Wij doen vandaag de derde livestream van Raft. Roel en ik hebben al een aardig avontuur erop zitten. Wij hebben al zo'n 5 uur, 6 uur Raft gespeeld. Raft is een overlevingsspel waarin je op een vlot begint met z'n tweeën of alleen. En jij eigenlijk vaart op de oneindige zee op zoek naar eilanden waar wellicht dieren zijn, eten is, bomen zijn en jij andere resources en spullen kan halen en maken om het leven te leiden wat jij graag wil leiden. Dit vlot kan je helemaal uitbreiden tot aan een huis met verdiepingen. Je kan het zo gek niet bedenken en je kan het allemaal maken. Hier staan alle dingen die je kan maken. En je kan helemaal omhoog bouwen met ramen en trappen. En we hebben dat allemaal nog niet gedaan, want zover zijn we nog niet. We zijn al eigenlijk een beetje aan het begin van het hele avontuur. Maar de server is gestart, Roel, dus je kan joinen. Ik ben er nog. Ik had hem nog niet. Join the world, sorry, excuus. Ik had het nog niet door. Hey, dat vind ik geen probleem. Weet ik wel. Zo, dit planten we weer. Heb je gezien dat er een andere boot op de voorgrond. Ik viel in het gat! Wat? Auw. En dat er een andere. Jezus, what the fuck? Een ander bootje op de voorkant staat. Dus als we nou ons bootje zo mooi maken en indienen, kunnen we ook op de voorkant staan. Op de voorkant, wat bedoel je? Van het spel. Wat boeit mij dat nou, man? Ja, dat was een grapje, man. Jezus. Oh, ik wou net zeggen, fuck dat. Die community dingen altijd heel leuk bedacht, maar ik doe daar nooit aan mee, joh. Het is veel te veel moeite, veel te veel tijd. Kan ik allemaal niet, joh. Kan ik eens een normaal character maken op GTA? Laat staan dat ik een boot maak hier op Raft die op wordt gefeatured op de voorpagina van dat ding. Daar ben ik helemaal niet goed in, joh. Oké. Dus, waar zijn wij nu in dit verhaal? Want wij zitten tegen een eiland aan, zie ik. Hebben wij dat eiland al gecheckt? Volgens mij wel. Maar ik durf niet zeggen dat het 100% gecheckt is, want ik faal daar nog wel eens in, blijkbaar. Oh ja, je vergeet nog wel eens van dit ding, inderdaad, ja. Ja. Even kijken. Ik wil eerst even voedsel hebben, want ik ga weer dood. Ik heb een aardappeltje op het vuur gelegd voor je. Oh, wat lief van je. Nou, volgens mij hebben we alles. Dit is allemaal niks, namelijk. Applausje waard. Nu alleen nog rondom het eiland natuurlijk. Ja, dat hebben we niet gedaan. Dat hebben we nog niet gedaan. Nee. Als je tips nodig hebt, ook weer vragen. Want Mary is weer van de partij. Nou, gezellig, Mary. Die heeft inderdaad wel goede tips gegeven, ja. Klopt inderdaad. De beste tip voor jou, Mary, was nog... Ga niet dood. Is er een haai? Ja, daar is de haai. Oké, de haai is er nog. Oké, cool. MOI1. Mooi aim. Dankjewel, Han, blij voor de 10 maanden. Mooi aim. Dankjewel. Berserk, dankjewel voor de tip op disk. Ik ga dat na de streamen proberen of dat werkt met de microfoon. Drinken. Zo. We kunnen gaan, volgens mij. Oh nee, we kunnen even de... We willen toch de zijkant nog? Ja, we gaan sharkbait gaan we gooien. Oh ja, hebben we daar genoeg spullen voor? Nee, ik moet alleen even één vis erbij. Kun jij wat eten fixen? Oh, ja, wacht. Ik kan eten fixen. Er kan wat op het vuur namelijk. Het vuur is open. Ik ga het... Lekker. Zo. Aardappelen. Goed, gebakken. Ja, lekker bro. Ja, top, mooi. Ik heb een schoen gevonden. Hi, meeuwen. wat? Oké. Ik heb een schoen. Een schoen? Wat moet ik met één schoen? Supergoeie. Maybe you could plant something in this, staat er. Oh. Oké. Heel mysterieus.
Oh, kijk, daar kan een plantje in, inderdaad. Oh, daar kunnen we een bloem in zetten. Oh, wat leuk. Oh. Oh, dat vind ik oprecht wel leuk. Ik vind dat oprecht wel leuk. Ja. We moeten op een gegeven moment aankleden. Op een gegeven moment moeten we wel wat leuks doen. Metal. Ik zoek metal. Oh jee, ik heb gewoon vis hier. Tadaa. Salmon. Metal. Ja. Hey. Hi. Ja, ik zie hem. Hi. Weg. Goed zo. Graaf jongen. Oké, even repareren. Oh, heb ik er geen spullen voor blijkbaar. En ik heb ook geen speer meer. Dat is ook niet handig. Ik kan repareren. Zo. Even kijken hoor, liggen de spullen hout. Wat hadden we ook weer nodig daarvoor om dat te maken, zo'n haak? Oh, wacht. Dat weet ik niet meer, maar volgens mij, ik heb nu een sharkbait. Oh nee, heb ik niet. Oh, we hebben een pomfret nodig en mag geen zalm. Ik dacht, dat kun je met een zalm wel doen. Maar helaas. Nee. Even kijken hoor. Hoor ik. We moeten, weet ik niet, kort zwemmen. Ja, ik ook. Nou, ik maak wel gewoon een standaard ding. Oh. Oké, ik heb er weer nieuw eten op gegooid. Ja, oh, ja, sorry. Ik krijg zin om rust te spelen. Ja, ik snap je. Ik voel je, man. Die overleving games zijn leuk, hè? Vind ik ook leuk. Dus, was dat nou rust waar ook huizen en zo dingen kon baken? Ja. Rust is ook echt lijp per update. Heel veel mensen spelen ook weer DayZ tegenwoordig. Ze staan nog op Just Chatting. Mods! Ik ben al bezig, sorry. Nee, jij niet. Dat weet ik. Oh, refresh. Thank you. Dankjewel voor het melden ook trouwens. Heb ik hem nu, Sharkbait? Nee, steeds niet. Ik heb een nieuw eten opgegooid. Niks. Okay. Ah, thank you. Ik ga het zo meteen pakken. Hebben we ook iets groots? Kan ik ook vis erop gooien? Ik zo wel op. Ik heb wel vis in mijn zak. Laat maar, ik gooi wel vis erop. Zo. Nou, die vissen die we hadden waren toch te groot, volgens mij? Ja, maar als je er wat opgooit, moeten er ook planken onder, hè? Hé, zijn die op? Oh, ja, dat pak ik wel. Kom maar. Nou, dan hebben we niet zoveel planken meer, dus moeten we eigenlijk alweer gaan... Ja. Zo, dit kan daar wel in. Dat kan ik trouwens ook gewoon eten. Hoppakee, kijk eens even, man. Maar alles gaat erbij, joh. Aan die meloenen. Ja, die werken ook heel goed. Kan ik nog sharkbait maken? Ja, toppie. Ik heb sharkbait. Nice, lekker bezig. Top. Oh, sorry, spider. Oh, meeuw. Kut, quiz. Kunnen we ook iets anders planten dan potatoes? Nee, ja, boeien trouwens. Ja, we hebben toch ananas en zo, kunnen we planten. En meloenen. Maar daar hebben we die grote voor nodig, toch? Ja, dat heb ik wel. Ja. We good. Ik denk dat we zometeen die kleine watercrops, of die kleintjes, even twee weghalen en dan zo'n grote erbij doen. Die grote zijn veel meer waard. En dit vullen. Oh, die hadden we ook nog, hè? Ja, wat fijn dat je oplet, man. Ja, hè? Zo. Oké. Deze kun je omhakken, denk ik, of nog niet? Nee, nog niet bijna. Zal ik sharkbait gooien? Of is dat nog niet een goed idee? Ja, ik denk het wel. Een goed idee is, ja hoor. Okay. Want hebben we voorlopig toch geen spullen waar we nu wat mee kunnen doen, zeg maar. There we go. Zie ik thuis een reft in de verte daar. Oké, we kunnen. Waar kan ben je langs gegaan?
Ik ben nu richting de rechterkant van de shark. Van de Oh, dan ga ik naar die andere kant. Wat via de andere kant doen. Oké, come on, let's go. Die haai blijft wel even bezig. Dan merk ik gauw genoeg of hij eraan komt. Klopt, ja. Een van onze twee hoor je vanzelf wel. Ah, help! Ik schreeuw nooit. No. Weg poesie. Daar kunnen we een andere mening over hebben, maar... Wil je mic iets verder van je mond doen? Want ik hoor de hele tijd... Oh ja. Nou, verder kan die echt niet. Het spijt me zeer, maar... Thanks. No worries. Ik zal gewoon opletten dat ik niet slis. Je slist toch niet? Nee, ja, gewoon als ik dan zeg maar praat en doe ik... Dat je dat dan... ik kwel gewoon natuurlijk. Ik ben natuurlijk oud aan het worden, dus ja, dan krijg je dat... Hi. Ja, je vult gewoon al mijn jokes in. Ja, dat is makkelijk dan. Ja, ik werk gewoon voor je, jongen. Ik help je gewoon. Scrapstone. Oké. Op een gegeven moment kunnen we die haai gewoon aan. En dan hoeven we niet eens meer... Ja. ...toch op te passen voor die haai. Ik hoop het. Hey, dat is kut. Want hij heeft net het vlot weer bijna stuk gemaakt. Dus... Huh? Ja, hij is er alweer in het water. Ja. Dan begint de ballen niet, man. Oké, ja. Ik weet alleen niet hoe ik daar kom. Oh ja. Oké. Kom, we gaan. Let's go. Een zeil naar beneden. En rotate. Kijken, waar is het vlaggetje? Daar. Heel even zo en dan daarna gaan we naar links. Kun je die meloenen pakken? Lekker voor je. Sorry. Allebei. Ja, ik. Wel. Ja, ik zie daar trouwens voor mij. Zag ik net een raft, volgens mij, in de verte andere kant. Ja, maar we kunnen beter met de wind mee dan. Ja, zwegen. Kijk, daar gaan we. Komen er wel langs. Maar als ik verloren heb met in het gat vallen, dan heb ik de sub al gegeven. Dus dan hoef ik niks meer te doen. Oh ja, we moesten toen die sub geven, ja. Klopt, ja. Heb je dat trouwens al gedaan? Nee, want ik had geen idee meer wie dat wel of niet had bijgehouden, ja of nee. Ja, ik heb het niet. Hey, thanks man, dat je ook weer zeg maar nieuwe meloenen in doet. Dat is echt nice. Sick. Dit is waarom ik toen farming deed, toch? Ja. zal ik de farming doen? Is goed. Ik heb nog wel voor je voor gewerkt. Oké, top. Metal ingot. Ik ben niet boos hoor. Ik ben gewoon enorm teleurgesteld. Ja, dat wist ik. Dat wist ik. Hey, beton. Zo. Oké. Planken is echt het meest wat wij nodig hebben, denk ik, hè? Ja, klopt. Ik ben al bezig. Planken hebben we echt als het meest nodig. Hier, plank. Oh. En die netten natuurlijk. Ga eens in je eigen kant staan, joh. Ja, sorry maar. Je hebt gelijk. Weet je, vertrouwen hebben dat ik het toch al goed doe af en toe, oké? 1-1. 1-1, inderdaad. Ja, 1-1. Nou, vorige keer was het 3-2. Zo, dat jij verloren, volgens mij. Zou kunnen. Zou kunnen, ja. Dat geloof ik meteen. Oh. Ook een harvest. Oké, kunnen we ook iets anders planten dan aardappels? We moeten even denken... Bieten? Biet, misschien? Dat is een hele goeie. Hebben we dat nog liggen? Want ik weet niet of we die eigenlijk al opgevreten hebben. Dit zijn flowers? Nee, ik zie het niet. Volgens mij is het wel belangrijk, Pieter. Voor mij gaven die meer als aardappelen, volgens mij. Ja, ik... Oh, nee, ik heb ze hier. Mooi, gelukkig heb ik ze nog.
Dat doe ik wel even daarin. We moeten even een sign maken, zodat we ook weten waar dan de seeds zitten. Maar dat vind ik wel iets voor jou, want jij bent altijd zo goed in sorteren. Ja, meestal onthoud ik het wel, maar... Dat vind je ook leuk. Ja, dat was in Minecraft altijd heel erg mijn ding. Ja, toch? Ja, had ik echt kistenkamers van 400 kisten en ik weet precies waar alles lag. Ja. En daarom. Hé, hey, ik heb wel een kokosnoot, maar geen zaad teruggekregen. Dat is spijtig. Dat is zeker spijtig. Ik zou een review achterlaten. Deze palmboom is niet goed ingesteld. Oh, wat voor verhaal was dat nou weer, joh? Deze later wordt weer onrustiger. Dan is het weer lastiger alles pakken. Oh, volgens mij hoor ik... Nee, dat deed ik. Dat deed ik. Oh. Hi. Oh ja, zie je. Ja, ik ben heel veel bezig met een ton, dus... Oh, ik ben op. Hij is kapot bij mij. Oh shit, ik kom eraan. Kut. Hij is er kapot. Oh, fuck. Malen. Ik kon even niks doen ook. Hij is kapot. Hij is helemaal kapot. Oh. Nee, niet meer. Zullen we even wat erbij maken misschien ook? Dat is ook een idee. Groter maken, ja. Dat is wel een optie. Een stuk breder? Wacht even, als ik dit doe... Ik zou hem breder maken, ja. En ik doe... Oh ja, en als een net. Meeuw, ja. En dan zo'n net inderdaad. Ja. Ja, dat hadden we inderdaad van wat ik besproken inderdaad, ja. Ja, want dan hadden we nu al die dingen gehad. Ah, rarabaria taranti ronda. Ararara. Oh, laat maar eruit. Kan ik zeggen, kan ik er nou niet bij? Plastic en hout. Plastic heb ik nu. Echt nog hout in kisten? Nodig. Nee, hè? Jij hebt nog hout, denk ik. Nee. Ja, ik ga het neerleggen voor je. Ik ga ook even die. Eten. Ik maak even die netten. Wat heb ik dan nodig? Plank, rope heb ik, nails, cool. Oké, dit heb ik nodig. Oh. Als jij heel vaak uit de kist gaat, kan ik er wel hout erin leggen. Oké. En dan dit plastic erbij, alsjeblieft. Thank you. Maak ik nu... Oh, wacht even. We hebben hier een kist met nails. Scrap. Palm leaves. En dat we best wel ver komen. Met palm leaves. Zo met die netten, dan kunnen we best wel wat stuk vangen hoor. Als je zo dat doet trouwens. Volgens mij ook wel, ja. Hey, you learned aloe vera. Door jou. Vera. Ja, ik had zo'n dingetje gevonden, zo'n... Wat top. Oh, je gaat over iets heen. Het is heel goed, hè, voor je aloe vera, voor je huid en zo. Aloe vera is goed voor je huid, ja? Ja. Als je mensen met huidexeem, die... dan is dat heel handig. Dus dat is dat drankje, zeg maar, wat je haalt, toch? Altijd? Nee, je smeert het op je huid. Oh. En dan verkoelt dat. En het verzorgt, dat geeft je huid ook wat meer vocht, waardoor je eczeem minder is. Ah. Dus als je die plant buiten ziet, dan moet je dat op je bek smeren. Ja, zoiets, ja. Ja, ik weet niet. Ik gebruik dat niet, dus ik had geen idee. Oké, lukt het om planken nog te... Ik heb er 11. Heel nice, want wil je wat op het vuur gooien? Oh ja, tuurlijk. Even wat metal maken. Hé, hey, is het drinken ding weggehaald? Ja, die heb ik weggehaald, ja. Oh, oké. Okay. Want die andere is veel, veel efficiënter, deze. Ja. Dus anders gebruiken we elke keer per ongeluk die. Dat is zonde.
Oh, wat? Zo, repareren. Elke keer het gevoel dat ik aan het zwemmen ben als ik dat vlot zo in het water weer gaat. Ik ga wel. Willen we naar een eiland toe trouwens? Of zeg je van. Ja? Omdat daar een eiland is en dan de linkerkant. Oh ja, oh doe maar, doe maar, doe maar. Goeie, doe maar, doe maar, doe maar. Zo. Moet ik nog een net maken? Nee. Oké, ik ga kijken of dat net van jou die ton pakt. Oh nee, we varen daar net verkeerd voor. Jammer. Zo. Daar heb ik nog wel eens veel van. Huh? Nou zie ik het eiland niet meer. Oh, daar. Ja, soms als je naar beneden kijkt of zo, dat, ik weet niet hoe dat werkt. Oh, jezus, maar kijk eens naar de andere kant, joh. Wat? Kijk daar eens. Wat? Nou, ik zag een eiland daar, waar ik nu heen kijk. Daar zie ik er nog eentje. Maar daar zie ik niets groter, volgens mij. Ja, zeg maar waar je heen wil. Oh. Nee, ik denk die dichtbij de... Ik heb geen speer meer. Ja, ik heb er eentje gemaakt, dus... Ik denk die andere handig hier is. Kun jij een speer maken voor mij misschien? Ja. Als ik de mast goed krijg. Oh, ik heb geen hout genoeg. Oh. Ik heb nog hout? Nee, ik heb ook geen hout. Dat is wel minder. Nothing. Maak een houten rij naast, zodat de haai de touw net nu kapot kan maken. Ja, aan deze kant bedoel je? Dus hier ook weer eentje naast. Ja, dat is wel een goeie op zich. Misschien moeten we dat maar doen inderdaad. Pak jij die kist? Ja. Ja, ik denk voordat je hem niet ziet. Got him. Top. Plank. Oh, dat is. Nippetje. Plankertje. Missertje. Ik sla de plank mis. Wat een god. Is dat nou best wel groot, hoor, ten opzichte van de andere? Nee, best wel groot, denk ik. Die is wel nice, man. Heb je die pedal nog? Ja, zit. Oh ja, ik kan wel even gebruiken. En heb jij een speer toevallig al? Nee, want ik heb geen hout. Maar ik heb hier hout. Maar ik kan wel deze, maar ik kan die wel geven aan je. Ik heb wel weer een nieuwe. We kunnen toch ook een betere speer al maken? Ja, maar we hadden geen metal. Ik heb metal ignis nodig, die hadden we volgens mij niet. Ja, die heb ik gemaakt nu. Oké, okay. Nou dan kan je dus een betere speer maken. Oké, okay, die gooi ik in de kist, ja? Ja. Oh, bij dat glas, hier. Hoppakee, ah, dit is top. Dit wil jij zien. Hier word jij blij van. Bijna. Kijk maar. Als jij deze kist hebt. Daar word jij blij van. Wow, de zonsopkomst. Ik word blij van glas. Is er een radio, ja? Ja. Oh. We zijn bijna bij het eiland. We moeten iets meer die kant op. Wil je niet naar die eerst? Dit is deze dichterbij. Ja, ik denk dat ze dan vandaar. Ja, oké. Dat doet niet uit. Dat is toch prima? Hier ligt iets op de bodem, denk ik. Steen. Ja, ik heb geen pedal. Pedal is kapot. Iets meer zo. Zo. Oh. Misschien moeten we een soort van. Captain dingetje bouwen, hè? Dat je die dat zeil daarboven kan draaien. Een captain hutje. Oh ja. Ja. Een beetje tegen de stroom in ook. Of beter tegen de wind in. Geen nut zo. We moeten echt een paddle hebben. Heb je die? Ik heb een paddle. Met gemaakt. Nice. Heb je ook al inmiddels die metal spear voor mij? Ja. Chill. Thanks bro. En dan heb ik geen speren. Dus ik weet niet waar jij die van die andere gelaten hebt. Hoe bedoel je van die andere? Ik had net een speer neergegooid. Die heb ik niet gezien.
Ja, die heb ik nu al opgepakt, want ik zag je die is nog niet gepakt. Nee, ik had geen idee. heb je hem al geankerd of niet? Nee. Oh, dat is wel een goeie, ik moet anker maken. anker. Ik hoor een mail, what the fuck? Ik hoor een mail. Oh. Niet hier in ieder geval. Anker. Where is the anker? I don't know. We konden zoveel nieuwe dingen maken ook. Ja, heel veel. Oh, hier, anker. Oh, dit is, oh, deze is beter inderdaad. 3 en dan hinge. Oké, okay, dat hebben we volgens mij wel, hè. Met de blijft ingel. Aarde. Misschien dat ik het change, maar blijft aarde stil liggen nu. Heb jij een eng metal ingot toevallig nog eentje? Nee, heb ik niet. Hebben we nog een plank? 3 planken. Oh, heel chill. Die, ja. Ja. Oh, hi, fuck. Oh, hij heeft een stuk gesloopt. De hond. Fix ik straks. Deze moet even namelijk aan, ja. Want ik heb 1 metal ingot tekort. Hebben wij een hinge? Nee, ik bedoel gewoon niet. Want kan ik nou meteen een stationary ding maken? Dat is veel chiller. Dan zitten we de hele tijd mee te kutten. Nou, of in de gaten of je wegvaart, zeg maar. Ja, zal ik. Ben nog niet op de boot. Oh, hier is nog maar er is. Wat zeg je? Nee, ik heb planken gevonden in die netten. Dat lag gewoon plank in. Moeten we er even aan wennen. Ja, we hadden nu een net, ja. Inderdaad. Oh jee, ik zie die vogel weer. Och, schrik. Oh, die grote vogel weer, ja? Ja. Deze. Hij is er nog niet, maar. Deze pakken we hier. Ik zoek naar metal. Nope. Nice. 3 metal en dan 1 hinge. Bij hinge hebben we volgens mij metal voor nodig. Ja, dacht ik. Ja. Dus dan plaats ik hier weer een. Dat lijkt me een logische verklaring. Anker erin. Komen er wel, we komen er wel. We liggen nog stil, maar ik weet niet voor hoe lang nog. Ja, ik ben hout aan het zoeken nu. Zonder dat ik word gespot door onze grote vriend. Dus... De vogel. De vogel. Oh, hey, dat kan ik wel hakken. Klein boompje. Dat is precies, hè. Er is een herbruikbaar anker. Ja, die wil ik dus nu gaan maken inderdaad, Lisa. Dat is veel chiller. Small wood, that's what she said. Weet je nou, weet je wat ik nou eigenlijk denk? Ik denk dat Elisabeth gewoon de schuldige is. Die bleef zeggen dat het kraakte. Die heeft het gewoon verkeerd, die heeft gewoon gejinxed. Ja, dat is het geweest. Ja. Ja, dat klopt. Dus de fout van Elisabeth, die, ja. Die heeft, die is audiofiel. Audiofiel, noem je dat? Audiofiel, noem je dat toch? Is zo. Ja. Audiofiel is volgens mij iemand die gek is van audio en alles ervan weet. Oh, je hebt een bloem in die schoen gegooid. Ja. Hij is gegroeid namelijk. Oh, leuk. Leuk. Oh. Ja, oh. En ik niet dan? Oh, okay. Whatever. Het is ineens zo raar. Ligt hier in de. De zon is schijnt heel raar. What the fuck? Sorry. Mijn kamer wordt ineens heel licht. Ik, wat is er nou weer aan de hand? Er gaat ineens een schijnwerper aan of zo. Kijk hoor, waar ben je? Daar. Toch? Is het ook klaar? Hè. Oké, okay, nu heb ik genoeg volgens mij. Oh nee, alleen die planken nog. Alleen die planken. Oh, dan kom ik er nu aan, ja? Ja, jij hebt planken? Ja, ik heb wel planken, ja. Chill. Ik ben aan het controleren of ik niks vergeet. Dus krijg ik ook weer op mijn kloten.
Maar je bent wel een beetje weggevaard. Ja, ik kan, niet, ik kan er niks aan doen. Nee, dat snap ik. Nice, kun je die planken droppen? Willen we hier, oh, hier blijven chillen? Ja, ik wil nog een paar bomen misschien wat we kunnen fixen. Is er meer? Oké. Okay. Ah, heel chill, heel chill. Even kijken. Ja, we moeten voorlopig wel even genoeg zijn, toch? Dit is volgens mij wat we moeten hebben, man. Ja joh, kijk wat een groot ding, man. Lekker hoor. Jeetje. Hoe werkt dat? Oh, dan moet je dat tussen doen. Hier, doe het hier tussen. Kan dat? Hier zo. Hier zo. Ja, nee, hier moet, je een gat, moet je echt een gat hebben. Ah, dat is best wel in het midden. We kunnen hem gewoon hier doen. Hier. Bam. Nee, jezus. Ja, en dan doen we gewoon zo. 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 En dit moeten we ook afschermen namelijk. Ja, dat wordt gezegd inderdaad, hè? Ja, nou, zo. Hij is... Maar dan kan je dus nu... Oh ja, hier, drop. Nee, wacht. Oh. Nu heb je het enkel laten vallen, toch? Oh. Ja, ja, en ik heb hem nu weer geweighed, of zoiets. Maar dan peddel ik even terug. Daar is het high. Daar is de high. De high. Ik ben niet bang! Kom hier! Ik ga hem killen, ik ga hem killen. Kom dan, in op één. Shit. Ik moet drinken, ik moet drinken. Kom dan, bro. Kom dan, bro. Wat zie je te zwemmen? Ik ben Freek Vonk, bro! Fucking Freek Vonk! Kom hier dan. Sakka! Kom dan, ik zit onder het... Ah, ik zit onder het vlot. Ah, help! Oh. Ik duk er gewoon doorheen, nice. Kom dan, kom één op één. Kom dan, kom nu. Ik heb hem! Ik heb hem gekild! Serieus? Nou, dat yep. Kunnen we nu even zwemmen, toch? Ja, we kunnen doen wat we willen. Lekker bezig. Hey, wat... Oké, we hebben dat vlees niet nodig, hè? Nee. Nee, ik ga toch niet zeggen dat ik mijn haak gedropt heb of zo, hè? Hoppakee. Let's go. Kijk, want nu de haai dood is, kunnen wij dus chillen. Ja. Ja, nee, ik denk, zeg het even tegen chat. Ja, maar je moet mij ook weer halen, want dat is handig. Oh. Nee, grapje. Ik heb geen haak meer. What the fuck, waar heb ik mijn haak? Daar zie ik ook dingen liggen. Ja. Iets klep. Op. Heb je zeker geen planken meer, wel? Die heb ik allemaal op zak. Jammer. 17 planken. Sorry, dat had jij mij toen gegeven, dus ik dacht, hey, oei. Is het seaweed? Nee, fuck. Oh jawel, dat is wel seaweed, of niet? Met 4 planken hebben we. Dit is seaweed, we hebben dat nodig. Ja, dat kunnen we die groeven maken. Oh, nu weet ik hoe het eruit ziet. Het is een beetje dat groene plant en daar zit die aan. Oké, heel chill. Ja, ik heb er 3. Ik ga even op het eiland hout zoeken, want ik heb hout nodig om een anker te maken. Of een. Om een haak te maken, want die heb ik niet blijkbaar. Oh. You do not have a metal hook, hè? Oh, is maybe thrown away, I don't know, maybe. Nee, toch? Heb je hem niet weggegooid? Ja, dat weet ik. Ik kan hem niet vinden in mijn inventory. Dus misschien dat ik hem of hij is op of heb ik weggegooid. Maar ik zie ook geen bomen staan, natuurlijk. Godsamme. Ik wil niet te ver lopen, want ik wil niet doodgaan, want ik. Klote vogel. Ik zie wel een huisje trouwens, even tussendoor. Oké, okay, ik ben nog aan het zwemmen, dus. Ja, doe je ding. Ik ga zo het eiland op. De meeste planten zijn groen, Milan. Oh ja, je hebt gelijk. Dat is een goed punt. Ik bedoel daarmee te zeggen dat dit planten zijn onder water, I guess, of zo, die groen zijn. Dat is een andere soort kleurgroep. Ja, dat is een andere kleurgroep. Ja, dat bedoelde ik. Kan ik eten? Top, dus kan ik stekken. Extra ruimte. Oh lol. Dat is het hier. Net had mijn haak opgevangen, dus ik had hem dus wel laten vallen. Ja. Kijk op mijn stream nu. Dit is seaweed. Kom maar.
Dat deze. Oh ja. Ja, ik zie het, ik zie het, ik zie het. Ik heb nu heel veel. Wat is ik alleen de haai is weg. Oh, dus ik denk dat hij zo meteen terugkomt. Oh, dat zie ik vanzelf. Hij is er nog wel, hij is er nog wel. Okay, hij is nog steeds dood. Hij is nog steeds dood. Nice. Wat een humor. Kist. Oh, nice. Wat zijn dit allemaal voor vissen? Wat kan ik hiermee? Kan ik hiermee de hengel? Kan ik het pakken? Wat kan ik hiermee? Kan ik hier dit zo? Tjak. Tjak. Oh. Oh, ik ga dood. Oh, adem. Oh. Wel ver weg. Oeh, duw ze. Je bent heel ver weg. Ja. Ik werd een beetje afgeleid. Ik zag allemaal dingen op de bodem. Ik denk, hey. Ja, niet te eigenlijk. Is dat koper? Oh shit, ik ga ook de. Was een beetje afgeleid. Je bent dood? Gooi. Nee, ik zeg, oh, ik ga ook bijna dood. Omdat ik buiten adem was. Ah. Het is ook zo vervelend donker hier zo. Helemaal niet leuk. Ja, ja, het is ook nacht. Dus misschien een logische verklaring. Wellicht. Oh, dat gaat wel. Klei, mooi. Ook nodig. Ik zie alleen de haai niet meer. Ja, oké, okay. Nu is mijn ding wel op mijn haak, dus ik moet echt. Ik moet nog verdorie nog één hout hebben. Nou, er zijn nog bomen. Ja, weet ik, maar omdat die vogel zo. Is het vogel aan het gooien is. Ja, hij houdt heel van mij. Op een negatieve manier. Ik zie de schaduw. Oh, daar gaat hij. Hij gooit nu een steen op mij. Ja. Yes. Au. Serieus. Is die weer zo ver? Ik kan niet wachten op die pijl en boog, man. Dan hoek ik hem even uit de lucht. Ja. Dat is met zijn schoolbek. Kutvogel. Vervelende guy. Kutmeel, ga weg. Daar is ook allemaal gewoon seaweed. Mijn bloem is weg! Aww. Hoe bedoel je bloem is weg? Mijn bloem is weg. Ze hebben me. Bloem uit mijn schoen gegeten. Oh ja, ik had een nieuwe geplant inderdaad. Oh. Nou, het werkt misschien om tegen te gaan dat hij bij ons in plaats van het eten zit. Dat hij daar zit, zeg maar. Ook zie het huisje ook inderdaad. Maar wat, we kunnen toch niks bij het huisje nu? Weet ik niet. Ik ga even een kijkje nemen. Ik zie ook hier iets, een dier. Wat is dit? Oh, daar gaat iets. Oh, daar gaat iets. Een soort vogels, die moeten we schieten met dat ding. Oh shit, oh die shit. Die bugger catcher bro, die net launcher. Oh. Oh ja. Bolt. 1 mental ingot en 2 bolts en dan kunnen we zo'n net launcher, dan kunnen we zo'n... Auw. Dan kunnen we zo'n dier vangen, die ik net voorbij zou lopen. Ja, ik zie een zwijn die op mij aan het jagen is. Oh, wacht eens even. Ga ik nu naar die vogel toe? Oh. Auw. Volgens mij wel, man. Dat toch wel? Ik ben bij die vogel. Oh, shit. Ja, en ik ben bij het zwijn. Ah, fuck. Ik ook. Nee. Oh, oh. Zit. Fuck, ik ben dood. Ik lag eruit. Ah, shit. Ik lig daarboven op het eiland. Oké, ik kom eraan. Kut. Ja, dan kan ik beter nu weggaan. Eerst. Kut. Nee, Jomene, waar ben je? Weet jij waar je ligt of niet? Ja, boven. Ja, oké. Okay. Boven. Maar boven is een groot. Ik zie je. Heel chill. Kut. Het kut is dat we heel veel spullen hebben liggen. Wil ik jullie een leuk verhaal vertellen? Nee, natuurlijk wil ik jullie geen leuk verhaal vertellen. Waarom zou ik dat dan weer willen? Oh shit. Au. Niet doodgaan, hè, want dan zijn we allebei fucked. Ja, dat weet ik. Ik doe mijn best. Dus dan drop mij liever en ren. Daar ga ik.
De redder in nood. Daar ga ik. Boom boom. Oh shit. Ah. Ik hoor hem nog. Ah, oh, zo, ja. Gelukkig. Oh, heel nice, thanks. Oh, jezus. Thank you, sir. We maken het spannend. Thank you, sir. You're welcome, you're welcome, welcome. It's nice, it's nice, it's nice. Hey, maar ik heb denk ik wel andere dingen gevonden die we nog niet hadden. Ik heb seaweed trouwens ook gevonden. Niet alleen jij, maar ik ook. Dat hadden we nodig, toch? Zeer nice, jazeker. En ik heb ook silver algen, silver algae gevonden. Dus algen, zeg maar. Oké, okay, research table. Ja, dacht ik ook. Ja, toch? Let's go. Kijk wat hij geeft. Oh, ik kan hem niet researchen, blijkbaar. Of moet ik dan eerst zoeken waar dat ertussen staat of zo? Nee. Nee, voor mij moet je hem er gewoon ingooien. En dan, Nee, dan doet hij niet zo heel veel. Nee, jammer. Oké. Okay. Nou, ik bewaar het wel gewoon. Hey. Doe eens niet, joh. Ga eens even weg bij onze eten. Die weg. En die weg. En dan... een plot. We hebben een grote plot nodig, man. Ja. Ja, die kunnen we toch wel maken, eventueel? Ja, en we hebben ook even licht nodig. Want het is heel irritant dat we ook geen licht hebben. Ja. Ja, en ik wil nog terug op naar het... want daar waren nog spullen die op het bovenop het eiland. Die ik ook graag wil pakken. Zoals hout en zo, maar ik had geen plek meer. Dus ik moest helaas weg. En ik moest jou natuurlijk helpen, uiteraard. Ja. Dat is ook wel een... Maar we kunnen zometeen even terug. Toch? Maar heb jij net bloemen weggedaan? Of heb ik dat nou verkeerd gedaan? Ik heb geen bloemen weggedaan, nee. Oké. Okay. Ik zie ze ineens niet meer. Maar... I have no... put no bloemen weg. No. No, je hebt nog wat bloemen weg? Oké. Okay. No. Waar wil je het zeewiet hebben eigenlijk? Oh, ik heb gewoon ergens in gedaan. Echt Nederlands en Engels door elkaar, maar prima. Jij bent een sorteerman, dus... Hey, een hinge. Waar? In de een van de kisten. Oh, handig. Wat mis ik nu? Oh, ik heb geen haak meer natuurlijk, dat was het. Oh ja. Oh, ik heb nou ineens geen bolt meer, die heb jij natuurlijk net gebruikt zeker. Die bolt heb ik inderdaad nu in mijn hand. Ja. Moet je die hebben? Ja, ik wil eigenlijk even een zo'n haak maken. Dat ik dingen kan weer uit het water kan halen of dat soort dingen. Ah, hoe zeg heb je de bolt. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, overal heb je metals nodig. Okay. Kunnen we trouwens tools niet repareren? Kan dat? Weet niet. Ja, ik denk misschien de chat het weet of zo, weet ik. Ik ga kijken of ik dat spul even kan vinden wat ik net achtergelaten heb. Zonder dat ik door een vogel en een zwijn wordt aangevallen. Is goed. Wish me luck. Good luck. Oké, dit gaat goed zo. Oh, vogel die vindt mij al niet leuk meer. Boom. Ja, nee, beter. Was... Nee, je kan tools niet repareren. Nee. Oké. Okay. Een setup tour? Nee, man. Sorry. Ik doe geen setup tour. En waar wil je een setup tour van hebben? Nee, iemand in de chat wil een setup tour. Dus dat ik gewoon mijn setup laat zien. Oh, zo. Maar ja, mijn camera staat gewoon vast. Dus. Oh, Juzu. Nee, sorry, ik word eraan gevallen. Excuus. Ja, dat begreep ik. Anders zou je dat niet zeggen. Ja, het gaat niet zo heel goed. Dus ik weet niet of ik dood ga nu. Ja, gelukkig. Water vangt je val op. Even kijken. Mango. Wat kan ik erin gooien? Mango?
Maar heb jij geen setup neergezet bij onder je Discord dingen? Of in je Twitch dat je zegt van ik heb deze gear of zo? Nee. Oké, want oprecht mensen vragen die vraag regelmatig bij streamers. Dus ja, maar als mensen... Ik heb het heel lang erin gehad en toen gingen mensen alsnog vragen. Okay. Dus mensen met laag IQ heb ik echt geen zin om te beantwoorden. Dus, ja. Succes daarmee. Duidelijk. Dat, ja, ik bedoel, boeit. Ik heb geen laag IQ. Nee, dat zeg ik ook niet. Ik heb het ook niet meer staan. Mijn setup staat er ook niet meer bij. Maar toendertijd, kijk, dat bedoel ik dus. Je let niet op, David. Dus misschien heb je wel een laag IQ. Want ik heb net, ik zei letterlijk net, ik heb het altijd in mijn panel gestaan, hier onder de Twitch. En toen gingen mensen het alsnog vragen. Dus heb ik geen zin om die mensen met dat laag IQ te beantwoorden. En dan zeg jij, ik heb geen laag IQ. Het feit dat je je aangesproken voelt is eigenlijk al, zegt eigenlijk al genoeg. Lekker bro, goed gedaan man. Goed gedaan. Aan de andere kant van het einde zijn er nog 2-3 bomen, maar ik heb geen pickaxe meer, dus ik moet even een nieuwe pickaxe maken. Ja, we kunnen zo'n goede maken volgens mij. Ja, weet ik, maar daar moeten we nu bolt voor hebben. Ik ben bezig met dingetjes maken voor... zodat we weer verder kunnen, zeg maar. Ja. Nee, met Jelles een droge zie ik. Ik ga even kijken of ik zonder dood gaan aan de andere kant kan pakken. Klas er al in. Deze moet ik erin doen. Hoppakee, kijk eens. We hebben nu binoculars. Oh, nice. En een oxygen bottle, dus we kunnen onder water ademen. Oh, lekker, lekker, lekker. Dat is wel fijn. Dat was wel sick. Bestaat. Een ei en honey. Oké. Oh, we hebben bijna alles al geleerd, lijkt het. Serieus? Nou ja, lijkt het. En nu nog de spullen ervoor vinden, uiteraard. Ja. Dit is het droge. Dat is wel het nadeel, denk ik. Ik leg al de zaden in, ja. Ik kan altijd onder water ademen. De vraag is hoe lang. Goeie. Heel sterk. Dat is zeer sterk opgemerkt van jou. Waarom heb ik niks in dat plot gedaan? Waarom heb ik dat eigenlijk niet gedaan? Ja, jij was aan het farmen, hear me. Ja, ik praat ook tegen mezelf. Het was ook letterlijk. Ja. Het was niet een vraag naar jou. Anders had ik gezegd: hé, hey, Roel, nee, waarom heb ik niks? Nee. Ik kreeg net een klote en nou doe je het zelf precies hetzelfde. Dus wie is hier nou de fout? Wie is hier nou de snackbar? Ga je of ik? Ah, niet ik. Maar veel snacks komen er niet, want er wordt niks gemaakt. Nee, ja, goed punt. Dus ja, ja. Dus ik weet niet wat voor snack waar jij wil zijn, maar... Geen goeie. Dat blijkt. Ja. Ja. Hé, hé. Als je toch bezig bent, gooi er even moedeloen in voor. Bam! Kijk eens even wat ik kan maken. Of wat ik heb gemaakt, moet ik zeggen eigenlijk. Oh, hier is hem. Een barbecue. Pakketjes. Een barbecue. Deze kant de weg. Zo. Zo. Lekker. Gaan we echt vlees bakken. Dan doen we even een kist. Doen we daarnaast. En dan gooien we daar al het eten in. Ja. Zo. Die gooien we hiernaast. Ik doe er wel even wat omheen bouwen. Want met die haai weet je het maar nooit. Ik vind dit minder leuk, Je weet dat mensen jou niet kunnen zien, hè? Dus als jij zegt ik vind het minder leuk, dan weten we niet wat jij minder leuk vindt. Want we kunnen niet zien wat jij tegenkomt. Ja, sorry. Ja, maakt niet uit, maar... Het is meer, ja, oké, ja, ik vind het ook wel eens iets minder leuk, maar... Dan ga ik het gewoon lekker niet vertellen.
Ik vind het eng om het op het eiland te lopen met al die vogel en zwijn om me heen. Oh, echt, ja? Ja, tuurlijk, maar straks weet je niet waar ik ben, dan ben ik dood. En dan ben je in je eentje en dan moet ik jou gewoon alleen laten. Oh nee. Oh nee. Nou, is een haai aan ons schip. Ik wil net zeggen. Maar daar gaat hij. Ja, daar gaat hij, boeien. Er gaat weer een net. Tjonge, jonge. Was toch geen net? Nee. Nee, ik wou niet zeggen. Was het ook niet. Even kijken, ik heb steen, scrub. We hadden de bloemen gelaten. Hier zo. Red berries. Despite being very red, they are not poisonous. Oké, duidelijk. Oh, wacht. Hier heb ik wat eten. Oh, dit is geen eten. Dit is eten. Eten zit hierin, toch? Ja, ik heb eten. Ja, ik moet ook eten nu. Ja, ik ga eten fixen. Komt goed. En je hebt een mango trietje gemaakt. Ja, dat leuk. Fixen. Oh. Eten. Dit gooi ik er wel op. Wajo, onze allereerste zalm. Op de barbecue. Kijk eens even. Papa Milan op de barbecue. Op een vlot. Prachtig weer. Zijn we klaar deze op dit eiland of nog niet? Maar, ja, nou, er liggen nog wel een paar bomen, maar ik heb geen axe. Dus ik kan niet hakken. Oh, ik heb een axe. Hier. Succes. Dank je. Succes, mijn zoon. Hey. Dank je wel, papa. Ik wilde net zeggen, papa Milan maakt eten. Dank je wel, papa, maar ik hou niet van zalm. Oh, niet? Nee, oprecht niet. Ik vind dat zo handig. Oh. Heb jij metal ingot op zak? Nee. Ik dacht dat ik die had gemaakt, maar ze zijn verdwenen. Ik was bezig met... Of heb ik die net... Oh, die heb ik net gebruikt om iets te maken natuurlijk. Dat is niet zo heel handig. Maar... Hey, die schep, hè? Wanneer konden we die nou eigenlijk maken? Of moeten we dat vinden, denk je? Nee, die schep kunnen we al maken. Even kijken. We kunnen... Laat ik even voor je checken. Want dan zijn we oprecht nog niet klaar op het eiland. Wow! Die vogel valt mij aan. We hebben een probleem. Want die valt nu ook de boot aan. Ja, dan zou ik gewoon een stukje varen. Dat ik je ergens oppak? Of ik? Ja, ik kijk wel even op het scherm waar je heen gaat. Oké. Die kant, oké, top. Hey. Kom terug. Let's go! Is niet meer veilig hier. It's not safe here. Justice 2001, dankjewel voor de 100 bits. Yo, leuke stream weer. Dankjewel, Justice 2001. Thank you. Ik zit helemaal in het spel. Heerlijk. Oké, hey, daar ben je. Hoi. Ben jij niks vandaan? Ja, ik zei het al, ik kijk gewoon mee. Ik zat op dat stukje eiland daar. Oh, we zijn ook. Je hebt het andere ook al gedaan. Oh, nice. Ja, maar ik zag alleen dat als we een schep kunnen maken, zag ik van die dingen die we kunnen diggen, zeg maar, in dat caveje. Dus ik weet niet of je dat nu wil doen. Wil je iets opgraven daar? Ja, dat kun je zelf toch doen? Ja, nee, maar wil je dan nu dus boot stilleggen, ja of nee, zeg maar? Dat is de vraag die ik dan stel eigenlijk. Sure. Ja, yeah, sure. Oké. Leg hem eens hier neer. Ik denk dat je hier niet aan wordt gevallen, denk ik. Ik ga eerst daarheen, denk ik. Dat is het makkelijkst, toch? Oké. Okay. En dan inderdaad hier tegenaan. Ja, top. Leg maar neer. Ja. Kijk even kijken hoe ik een schep moet maken. Top. Een bolt, metal ignit en een plank. Planken eigenlijk trouwens. Ja, ik heb een bolt. Ja, want volgens mij was ik al mee bezig met een schep. Oké. Okay. Of is het met een axe bezig? Ik weet het niet meer. Shovel, bolt. 6 planken heb ik nodig, that's it. Heb je 6 planken? Die liggen hier in de kist. Oh. Hoppakee, shovel. Alsjeblieft. Dankjewel. Zo.
Zo. Ja, dit is top. Dit is goed. Ik heb een beetje overzicht nu in mijn hoofd. Klein beetje. Ja. Maar kunnen we science dan maken? Lukt dat? Ja, ik weet het. Zelf was wel trouwens. Oh, ik hoor weer een haai. Niet doen, niet doen, niet doen. Meneer, stop er eens mee. We moeten dat echt een keer even fixen. Even kijken, dan kunnen we die eromheen doen. Dat is een metal ingot en een nail. Dat is best wel duur. Ja, niet goedkoop inderdaad. Maar op een gegeven moment hebben we genoeg metal ingot. Geef het tijd. Oeh. Zo, ik schrok. Ik dacht dat die haai bij mij was ineens, maar dat was niet. Dat was niet. Maar dat was niet. Maar dat was niet. Oh, dat is omdat je bij de tandarts bent. Ja, maar dat was niet. Dat is één hele grote. Ik dacht dat het kleintje was. Hé, hey, dat lichtje aan boord is mooi, man. Ja? Ja, dat lichtje aan boord is echt super mooi. Leuk. Water geven. Oh shit. Ja, dat is prachtig. Wat gebeurt er als een zoutwater drinken eigenlijk? Ah, oh, shit. Ik denk dat je dan een soort vergiftiging ding krijgt of zo. Oké. Nou, ik weet in ieder geval dat ik eerst aangevallen word door die vogel, dus ik loop even een stuk terug. Iemand schrikt van de ratten die me aanvallen. Ratten? Welke ratten? Waar heb jij het over, ouwe? Oh, jij hebt de pickaxe, toch? Ik heb hier een pickaxe, ja. Om een houttak bedoel je. Ja, ja, maar ik ben even die vogel ontvluchten en die zit ja, nee, dat is... Ja, ook. Nee, laat maar. Dat was gewoon een vraag. Ik vroeg helemaal niet om een levensverhaal. Ik vroeg alleen... Heb jij de pickaxe? En jij zegt... Ja. Ik ben een vlogel aan het... Heb jij de... Ja of nee? Heb je hem? Ja of nee? Ja. Wat ja? Ja wie? Ja wat? Ja wo? Waar je wo? Ja, baas. Ja, papa Milan. Dat, vind ik... oh, dat doet me wat. Serieus? Ik hou niet van nee. kinderen haat ik verschrikkelijk. Ja, papa Milan. Nee, dat is een rollenspel, bro. Dat is gewoon, je weet toch? Van die... Oh mijn god. Nee, geintje. Doe me niet. Raar. Waar was ik mee bezig? Ik ben 100 dingen tegelijk aan het doen. Je pik spelen. Denk ik. Oh, sorry. Oké. Laat maar. Kunnen we gaan? Of hier blijven nog? Nou, ik heb nog 2 bomen te gaan. Maar dat is dus weer... Oh. Bij die vogel in de buurt. Oh, die vogel hier, vogel! Jezus, te zoeken naar meer. Ja, top. Zon schijnt niet. Ja. Ik pak even 2 mango's. Nee. Ik pak even wat aardappelen. Voor mij hebben we dat wel genoeg. Ik ga weer eens proberen om de laatste hout te pakken en dan kom ik terug. Is goed, Roel. Over. Verdomme. Oh ja, deze mag ik doen. Eén plank. Ik mis 1 plank. 1. Nou, dan vang je, ga je het water in en dan zet maar er eentje naartoe en dan pak je. 1 plank. Waar is 1 plank? Ja, daar. Oh, fuck. Val gewoon in. Ja. Mis. Come on. Yes. Nu kan ik hem maken. Ja, ik heb een metal axe, bro. Nice. Bang. Lekker bezig. Chill. Oké, dus dan doen we die weg en dan kunnen we... Ja, loopt hier een lama. Dirt? Oh, hebben ze lama's? Ja, wat leuk. Ja, je ziet een lama lopen. Oh, fuck, weer die vogel. Auw, hond. Ja, we gaan hier denk ik weg. Vind je niet een goed plan? Klinkt als een plan. Ja, zeker. Graag. Top. En ik heb ook dorst, zie ik. Want pickaxe is ook weer kapot, dus ik kan net die laatste boom niet meenemen. Prima. Grassplot kunnen we nu maken. Plot. Ik wil hem eens zeggen, voor mij heb je al wat geleerd.
Ja, omdat jij dat dirt erin had gegooid, dus ik heb dat dirt even geresearched. Oh ja. Ik heb dorst. Hoppakee. Drinken. En dat het, heb ik gevonden in die cave met dat scheppie. Ah, is even heel gauw weg! Jongen, 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 jongen. Is hij weer bezig? Vervelende guy, ja. Yeah. Oké, okay, I'm there, I'm back. Oké. Okay. Nou ja, je weet wat je moet doen, want ik voel me een soort van matroos op zo'n schip. Probeer alles te verzorgen, de planten te farmen en nieuwe dingen te researchen en te koken en allemaal dingen tegelijk. Dus ik voel me een soort huismoeder. Heerlijk. Heerlijk. Dus fijn dat je weer thuis bent, kind. Ik kan alleen maar zeggen, matroos. Kijk, dit moet je ook. Dit moet schrop het dek. Ja, maar doe dan ook dat nee. Net uit. Schrop het dek. Nee. Wil ik niet. Oké, dan niet. Wil ik niet. Kijk, ik wil... Wacht even. Jongen, zet de plank maar uit. We moeten iemand voeren aan de haaien. Want hij luistert niet. Nee, maar jij wil die sorteerdingen doen, toch? Want wat ben je nu aan het doen? Eigenlijk helemaal niks. Een beetje rond aan het springen. Oké, okay, nice. Dus, wil jij zorgen voor een kist met van die zaden naast de dingen waar het moet? Maar wil je dan niet ook gewoon de plots verplaatsen en zo? Dat die bij elkaar staan? Ja, dat mag ook, ja. Kijk, want ik heb hier bijvoorbeeld al voedsel. En dan voedsel met een plank ernaast. En dan kun je het er meteen ingooien. Dat is ideaal. Ja, oké. Okay. Idealis. Maar we hebben geen plastic meer. Romeo. We hebben geen plastic meer? Oh, die heb ik nog in mijn zak, sorry. Hier, plastic. Want wat gebeurt er als ik dit... Ja, dan zijn die zaden natuurlijk weg. Dat is niet handig. Wacht wel even tot dat klaar is. Je bent bijna 50.000 kanaalpunten. Damn, nice Gert. Epic bro. Hoppakee, een barrel. Oeh, veel plank had dat. Waar kon je die plots maken? Bij het eten zeker? Oh, hier zo. Ja. Daar heb ik een scrap voor nodig. Oké. Okay. Oh. Ik ben even wat kopperdingetjes aan het maken. Ja. Copper ingot research heb ik al gedaan, oké. Okay. Die heb ik ook al gedaan, toch? Ja. Draai heb ik ook al gedaan. Ook al gedaan. Ook al gedaan. Circuitboard. Dat moet ik even maken. Oh ja, de vine goo. Vine goo. Heb je vine goo nog? Want die nee, hadden we toen wel. Ik had wel de vine goo ergens in de kist naast deze. Ja, die volgens mij. Nee. Dan weet ik niet waar het gelaten. Maar ik heb het niet gepakt in ieder geval. Ik ook niet. Ik ook niet. Huh? Maar je hebt het ook niet in je zak. Ik heb geen vine goo in mijn zak. Nee. Hey. Nou, dan maken we dat wel even. I guess. Moeten we in de smelter doen. Die netten worden ook mooi gevuld. Ook nice. Ja. Sorry. Oh, kut. Is het vol. Dus dan moet ik seaweed in de smelter doen. Ja, dan krijg je goo. Ja. Ik snap ook niet waar mijn metal ingot de hele tijd blijft. Waar maak ik dat de hele tijd iets van dan? Nee toch? Dat weet ik niet. Nee, het is ook een beetje meer naar mezelf. Eigenlijk. Sorry. Heb jij metal ingot op zak? Of plastic. Heb je één plastic op zak bijvoorbeeld? Ja, hier. Oh, chill. Dan kan ik namelijk bijna die
circuit ding bord, circuit bord of zo. Als wij nu iets lopen, komt dan de materialen dan terug? Hoe bedoel je als we iets lopen? Nou, ik had net een kist gesloopt om te verplaatsen. Kallei. Maar... ja, de FPS is een beetje... hij dropt af en toe een beetje. De game is best wel... zwaar, of zo, denk ik. Ik weet niet waarom ik het anders zou hebben. Af en toe dropt het een beetje, dat is weird. De seeds, heb jij denk ik daar ergens? Ja, bij mij hier. Oké. Okay. Oh, je moet niet de flower seeds met de eten seeds gaan verwarren hoor. Nee, dat doe ik ook niet. Oh, oké. Okay. I'm just saying. Dat is echt heel annoying. Zo, nice. What the fuck? Tussen? Ja, dat werkt er nou eens. Wat dan? Ja, ik was ineens mijn zaadjes kwijt. Hey, uit mijn invest. Oh, oké. Okay. Ik heb de wine goo. Nice. Ik heb seaweed. Dan kan je fijn goed. Nee, ik kan geen fijn goed van maken. Lang. Ja, dan kan je fijn goed van maken. Dat heb ik net gedaan. Oké. Okay. Oh, nice. En nu. Tada! We hebben een antenne. We hebben een sprinkler. Een receiver. En een juicer. Daar bezig. Ja. Dus we hadden nog niet alles geresearched. Correct. Misschien de dingen die ik nog niet kan zien. Of zo. Ja, ik heb geen idee. Dat zou goed kunnen. 3. Dit is leeg. Die is. Zo, lekker op het vuur. Je kan gewoon vis uit die ding pakken, hè? Ja, oh shit, we missen een vlot. Als je een dak boven je tuin bouwt, heb je geen last van die kakmeeuwen. Oh, dat is een goede tip. Oh ja. En we hebben gewoon drie kisten gemist. Oh my god, ik moet echt opletten. Oh echt? Oeh, dat is baden inderdaad. Ja. Ik heb het zeil anders gezet, want dan kunnen we even bij die vlot komen. Oh, goeie. Ik zie hem inderdaad. Netjes. Nice. Leg hier nog allemaal spullen. Ja, jij was zo met je eten bezig en je dingen. En ik was zo met sorteren bezig. We waren allebei dik afgeleid. Ja, maar dat is prima. Want daar, die netten die vullen zich vanzelf wel op. Ja, natuurlijk. Maar blijkbaar dus niets genoeg dat we een paar tunnen missen die we misschien hadden kunnen gebruiken. Nog niet, maar dat komt wel. Waarom vaar ik er nog steeds niet naartoe, eigenlijk? Dat is gewoon een vraag die ik nu stel. Dat is eigenlijk wel een vraag die ik nu stel. Ja, sorry. Ja, ach, ik praat op mezelf, oké? Okay? Dat is inderdaad een vraag die je nu stelt, ja. Klopt. Lol. Hebben we die haai ergens in de buurt? Sprinkler is om automatisch je crops water te geven. Maar dan moet wel een batterij hebben dan, oké. Okay. Ja, grappig. Oh, die batterij kan je maken met koper. Ik zal zo meteen wel even wat koper gaan maken. Als je kijkt, hè, wat we nu hebben... We gaan trouwens tegen de stroming in. Dus, en dat ding is aan het zinken, dus... Ja, omdat ik hem gepakt heb. Oh, echt? Ja. Epic. Zet het net maar weer goed neer. Het net? Ja, dat weer goed. Het zeil, dat weer de goede kant op. Oh, maar jij bent de kapitein van het varen. Ja, dat zal best, maar ik was aan het zwemmen. Dus dan wacht ik even op de kapitein totdat de kapitein aanwezig is en mag de kapitein het zeil verplaatsen.
Oh, nou, als het hem uitkomt, is hij de kapitein, hoor. Klopt. Oh, zo. Gaan we verkeerd? Oh ja, ik ben niet de kapitein. Godverdomme. Hey, we hebben een land gevonden. Klopt, ik ben namelijk de kapitein. Oh, hier moet even wat in. Aha. Ik hoor een haai. Ga weg. Oeh, hij is bijna dood. Ja, ik had er nog één steek nagegeven, zag ik. Ik zag het, ja. Lekker, man. Weet je waar we te veel van hebben? Nou ja, wat is te veel? We hebben wel hartstikke veel steen. Dat is echt niet normaal. Te veel steen, ja, klopt. Maar ik weet niet zo goed wat we daarmee nog moeten. Maar wellicht komt het van pas. Need fresh water. Oké. Okay. Gaan we dat toch even pakken? Helemaal hierachter. Die is goed. Dat is goed. Nee, zaadjes die wil ik eruit hebben. Eiland in zicht. Trouwens, ik ben de kapitein. Oh, wacht even. Ik word gebeld. Godverdomme. Oh, mag niet schelden. Waarom niet? Vind ik netjes. Oh, ja, hou er godverdomme mee op dan. Oké. Oké, dat was heel raar. Dat was heel raar? Ja. Oké, nou dan kunnen we weer verder. Ik zeg, wat is er? Ik ben een streamer. Koebel, dat verstond ik. Letterlijk verstond koebel. Dat verstond ik. En werd opgehangen. Koebel. Snap jij hem? Ja, dat verstond ik. Nee. Nee. Maar ja, prima. Interessant. Ja, vond ik ook. Die mensen die belt. Heel interessant. Kopper. Wat had ik wel in Wat moesten we doen? Sorry? Nee, ik praat een beetje in mezelf wat ik ermee kan. Oké, deze kun je op je nek doen. Ik viel in het water. Ah, de game is me gegund. Oké. Cooking pot combines base food into amazing meals. Amazing drinks. Oké, ja, dat boeit me niet zo heel erg. Hey matroos, kan je even het anker uitgooien? Wat dingen doen ook. Ja, dat kan ik wel. Ja, je hoeft daar niet elke keer te maken. Ja, kapitein. Ja, kapitein. Kwel. Goed zo. Brave jongen. Hoppa. Jeetje. Oh, dat is best wel vet. Dan heb je leidingen. En dan kun je die sprinkler aansluiten op een waterpomp. Oh, dat is een goeie. Oh. Dan heb je op een gegeven moment een heel eco-systeem. Systeem, ja. Lekker man, vet hoor. Dan is het niet meer een vlot, maar een floating city, zeg maar. Yes. Can you get planks for us, hey? Yes, if I have some planks now, then I can make a new pickaxe, so I can... Sorry, ik versta je niet, ik versta geen Engels. Nederlanders. Even kijken hoor, pickaxe. Hadden we nou een bolt ergens liggen? Was wel. Leuk dat ik alles sorteer, maar alles komt wel weer gewoon door jou weer aan andere plekjes terug. Dat is helemaal niet waar, want ik loop de hele tijd heen en weer voor één plot die hier staat met
één kist met seed. De hele tijd weer lopen. Super kut gesorteerd. Kijk. Hier moet ik heen. En dan moet ik, ja, dan moet ik hier seed pakken. En dan moet ik daar heen. Nou, nah, het is ongelooflijk. Hoor je mij het gewoon niet over zeiken of wel? Nee? Nee, dat hoor je niet. Dus. Heel vervelend hoe je nu doet. Het is ook niet goed. Nee, vind ik heel vervelend. Kapitein? Wat bedoel je met de kapitein? Kom man. Ik hoor weer een haai. Doe je ook niks aan? Hoppakee. Die hoorde ik oprecht niet. Zo, shit is weer gerepareerd. Ik ben weer de helft kwijt. Nou ja, het is wat het is. Hè? Het is wat het is, inderdaad. Kijk, daar is een bolt. Hemel, hoeveel ben je geëindigd met rivals? Yo, Ax, ik ben 7e geëindigd, man. De 7e plek. Van de 15 teams. Ben ik wel zeer tevreden. Dus, ja, man. Ben je aan het eten? Ja. Nee, maar wat ben je aan het eten? Oh, bietjes. Waarom? En aardappelen. Ik heb hier in deze kist allemaal vis. Eén vis is echt compleet vol. Oh, nou dan kom ik die zo halen. Iets water, oké. Okay. Wacht ik even. Heb je al een quest voltooid? Quest? Achievements heb ik al wel gehad, maar quest... Ja, we hebben 8 achievements gehaald. Yo, Axelius, thanks voor de reclametijd. 10.000 knappunten, bro. Netjes gefarmd. Thanks. En dat terwijl je nooit sub bent geweest. Netjes. Een sub krijg je meer kanaalpunten. Of sneller krijg je die dan. Zo, het anker is redelijk verplaatst. Een woeste storm. Oh. Wat is dit? Is het steen? Oh, dat is kopper. Nice, daar zit die kopper tegen de steen aan. Dat neem ik mee. Ik hoop dat er geen haai komt. De haai is er. Fuck my life. Oké. Okay. 1 beet kan ik wel hebben. 1 beet lukt wel. Ai. Ai beestje, ai beestje. Rotkat. Bro, dat zei je in groep 8. Hoe ga je daarom lachen? Sorry. Jong van geest. Ah! Fucking mail. Ik weet niet van die vine goo, maar wat wil ik ook weer doen? Oh ja, ik heb hier die drumsticks, kan ik hier wel in doen. Feathers, heb jij die een plek gegeven al? Nee. Oh, okay. Oeh, dit is ook nice. Dat kan ik vullen. Oké. Plastic erbij. Planken doe ik even hier in mijn zak. Zak. Kan ik even wat extra maken? Zak, ja. Oh, dan moet ik ook plastic hebben. Om bij te bouwen. Nee, je mag controle uitvoeren, maar volgens mij heb ik alles gepakt. Net. I believe you, man. Let's go. Jij bent de kapitein, dus... je zegt het maar. Ik heb het anker omhoog. Goed zo, matras. En nu? Goed geluisterd. Ga met die banaan. Het zeil, bro. God. Ben je nou een kapitein of wat ben je nou? Heb je hem zeker naar beneden? Oh, je hebt hem naar beneden gedaan. Ja, oh, tuurlijk. We staan op het anker. Dat maakt toch niet uit. Hey, Joost. Vraag je, chat. Als wij 2 zeilen hebben, gaan we dan 2 keer zo snel? Hé? Hey? Of niet? Ik lurk meestal.
Ah, nice. Lekker man. Kan het zijn dat de barbecue nu uitstaat? Ja, je gaat al twee keer zo snel. Wayo! Ja, ja, die staat uit. Ik wil je even aan. Ik peddel wel eventjes. School, school, school. School, school, school. Bro, ik hoor je ademen. Ik hoor letterlijk. Ik ben heel blij dat je leeft, maar. Echt oprecht irritant, dit. Chat, goed nieuws. Yeah. Roel heeft nog. Cool, hi. Oeh, hij zat van ons net. Nou, het is 2-1 hoor. 1-2, wat is het? Hoe bedoel je? Ik viel door het gat heen. Oh, echt? Ja. Echt? Nice! 2-1. Nice. Nice, man. Gaan we de kant op nu? Ja, we gaan de kant op. Ja, we gaan een kant op. Maar ik weet niet welke kant. Ik heb niet naar het vlagje gekeken. Maar ik heb, ja, de wind staat die kant op. Maar... Yeah. Dus moet ik die crops zelf verplaatsen of wat wil je dat ik doe? Nee, omdat ik denk dat ik ze sloop. Omdat ik net probeerde iets te verplaatsen en toen had ik het niet meer in mijn inventory. Dus dan vind ik het zonde dat het nu even sloop is. Dus voordat ik eerst verwachtte dat ik wat materiaal heb. Dat wist ik helemaal niet. Oh, dat is een goeie. Oké. Okay. Ik had geen idee. Dus daarom dacht ik van, ik wacht eventjes. Maar misschien had ik het even moeten vermelden. Oh nee joh, je moet lekker gewoon in je eigen fantasie leven en niks samen doen in een co-op spel. Doe maar lekker alleen nadenken. Doe maar. Ja. Doe maar niet overleggen. Doe maar. Doe maar. Doe maar zo. Doe maar. Doe maar. Kijk me eens aan. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Oké. Doe maar. Doe maar. Kun je dit nog steeds niet fucking... Verdomme. Zo kan ik dit nog steeds niet hakken, man. Dit is toch klaar of niet? Nee, het is nog steeds niet klaar. Meeuw! Bitch. The fuck are you, man? Ik wil nog iets groter hebben en dan kunnen we omhoog bouwen, man. Ah ja. Dat zou wel chill zijn. Nee, ja. Toch? Ja. Ik wil mijn achterkant iets breder hebben. Je raid. Dan kunnen we de crops daar ook neerzetten en zo. Simple battery. Ik ga voor die simple battery. Die kan ik nu maken. Scrap. 3 scrap. Kom maar hier. Scrap. Okay. Simple battery. Bam. Oké. De batterij is gemaakt. Kunnen we deze researchen? Is dat een slim idee? Ja. Bam. Explosive powder. We hebben nog niet zo heel veel dingen die we kunnen maken daarmee. Maar we komen er vanzelf. We hebben wel aardig wat te doen volgens mij. Of niet? We hebben wel wat aardige wat dingen, zeker, die we kunnen maken, zeker weten. Ik wil het liefst eigenlijk nog zo'n melter erbij, maar... Die is best wel pittig duur. Gaat wel lekker hard dan. En even in mijn eentje op uit. Nails. 4 planken. Nog planken. Zo, ben er weer. Oh, hallo. Ja, ik was even een tonnetje aan het zwemmen. Zal ik er nog eentje maken? Ja, ik doe het. Okay. Waar had jij het vis neer? Dat is zeker naast de barbecue. Misschien een stomme vraag. Maar correct, ja, dat heb ik ook volgens mij 2 of 3 keer vermeld ook. Toch, chat? Goed dat je oplet, man. In een co-op game waarin je samen speelt en communiceert met elkaar terwijl je het spel speelt, zodat je het spel sneller uitspeelt. Sorry, baas. Oh nee, sorry. Sorry, papa. Oeh, dat deed wel met me. Oeh, ja, dat ook. Dat ook. Dat geadem. Begon het te kribbelen. Ja, dat was nice. Oh, ja. Goed zo. Mm.
Nu is een goed moment om het te kopen. Dat te kopen. Oh, deze game. Oh. Die vlot is Black Pearl. Ja, oh, dat is 100. Ja, tuurlijk. How do I learn Dutch? Yo, niet, Vivo. Gewoon weg. Op donderen. Kijk. Okay. Wil jij wat voor mij doen? Nou, ja. Wil je het anker neerleggen? Want ik zie je wegvaren en ik vergeet het anker neer te leggen terwijl ik op het eiland zit. Oh, dat is inderdaad niet zo handig. Ja, gedaan. Nee, ik ben het niet zo handig. En dat is onze kapitein. Wauw, nou, ik heb echt vertrouwen in deze trip. Ah, tuurlijk wel. Kan ik daar zometeen nog maar. Ga weg. Yes, ik heb hem. Oké, ik ga niet planten nu, ja. Ik heb alleen geharvest. Oké. Zo. Dus twee zitten nu, zeg maar, een soort van klaar. En ik heb ook die grote. Ben ik nu ook aan het leeghalen? Ja. Dus Yuguchi, zeg maar, om alles mee te nemen. Top. Oh ja, meeuw. Yes, ik heb hem weer. Oh, ik ben zo goed. Hey, hallo, welkom. Hallo, ben ik weer. Welkom op mijn boot, ik ben kapitein Knol. Wat kan ik voor u doen? Het anker ophalen. Oh nee, dan moeten we matroos doen, hè? Sorry. Ja. Nee, ik ben alleen de kapitein en dit uitkomt, hè? Dus, zo. Oeh, 2 tonnen. Ja, ik wilde net zeggen, zijn we wel bij die tonnen. Ja. Die komen deze kant op. Ja, die zijn er wel. Komt allemaal goed. Hoppakee. Top. Lekker bezig. Oeh, we hebben wel goed veel eten nu. Lekker handig. Goed bezig, Ronan. Goed bezig. Motivational quote. Wat dan? Een motivational quote. Handig. Ja. Moet positief blijven. Kijk eens, oh, je net werkt. Wow. Onze eerste barrel. Ja. Nice. Woehoe. Lekker bezig. Wat is dit? Wat is wat? Nee, niks. Even laten kijken wat dit is. Kan ik niet meer. Oké. Wat moet ik hiermee doen? Ik heb iets voor je, man. Ja, oké. Okay. Het ligt naast de schoen en de kat. Wat heb je mooi getekend? Dank je. Goed gedaan, jongen. Dank je. Heb je daar een ton, jij? Ja, ik ook, maar die was. Oh, moet je haken het is niet goed. Ik heb hem bijna. Nee, wat een kutspel. Ik heb hem. Sorry. Ja, ik mijn haak deed het weer eens niet, dus mijn haak gooi ik op de grond en die valt in het water. Nee, hier, hij ligt hier. Ik heb hem. Oh. Maar zou jij niet die dingen verplaatsen met die farm, zeg maar? Dat heb ik net ook al gezegd. Oh, dat heb ik niet verstaan, sorry. Dat we geen spullen ervoor hebben, want voor mij zijn er. Kijk, als ik deze weghaal. Ja. Oh, dan krijg ik hem wel terug. Ja, dan oh, zit hij in nice. Je inventory en dan. Ah, net had ik dat dus niet bij die andere spullen, bij die andere kistjes en zo. Weet je zeker? Ja, dat weet ik heel zeker. Oh. Want ik heb dat namelijk elke keer gewoon wel gehad. Dat ik dat deed. Ik hoop dat je hem zo goed vindt. Hmm.
Ik niet zelf niet eigenlijk, maar daarom wil ik hem iets breder hebben. Ja, we kunnen hem iets breder maken ook. Oké, ik moet echt drinken, wacht maar. Zal ik hem even wat breder maken? Ja. Hij moet sowieso inderdaad aan deze kant wat breder. Zo, lag spike. Ja, ik heb ook dus lag spikes, man. Dat is echt de game, hoor. Oké. Ik dacht eerst, dat is mijn PC of iets of zo, maar het is echt gewoon de game. Die zegt van, ja. Yo man, vet cool, maar ik ga nu even weer laggen, man. Succes, hier weer. Ja. Hij is dood. Zet het anker uit, zet het anker uit, zet het anker uit. Oké. Want ja, ik denk niet dat ik naar beneden ga zwemmen, maar dan kan ik hem in ieder geval oppakken. Zo. Of ik had misschien even moeten wachten eigenlijk ermee, want dan had ik even rond kunnen zwemmen, maar prima. Zo, hoppa. Oh, die kan ik wel eens opeten nu. Oh, één vis is gewoon genoeg voor de hele honger. Dat is wel echt een luip. Ja, chill is dat, hè? Ja. Oké. Anker omhoog, gaan we weer verder. Wat heb je? Hij is dood, helemaal? Hij is helemaal, ja, hij is weg ook. Ja, ik heb hem met op. Oh, je met hem ook? Oh ja, oké. Okay. Ja, dat was niet handig, dacht ik, achteraf. Maar... Nee, want we hadden kunnen duiken dan. Ja, dat was heel diep, hoor. Maakt niet uit, we hebben een oxygen ding die... Oh ja, die konden we maken natuurlijk. Ja. Ja. Maakt niet uit, maakt niet uit. Ik zwaar kan ik de boot mee even groter maken. Die andere is ook klaar, hè, dat waterding. Ja. Nee, die crop. Ja, maar ik ben even aan het zoeken. Welke crop? Die, ja, oké. Okay. Ik was even wat aan het zoeken, maar prima. I'm just saying. Oei, plastic. Plastic. Ik zie het hier door de... Ja. Er ging plastic door de vloer, dat wilde ik even hebben. Heel chill. Ja. Oh, ik ben veel van dat goo aan het maken, bro. 14 goo. Nou, lekker bezig. Als we nu niet... deze kant. We staan stil. Ja, sorry. Ik zag een ton. Nee, maar net. Waarom staan we stil? Omdat ik een ton zag en die wilde ik pakken. Oh, nee. Ik roteer even het net. Of de zeil een beetje, omdat ik er twee tonnen zie daar die ik wil pakken. En een kist. En ik kan even niet vinden hoe ik de boot groter maak. Waar staat dat nou ook weer? Building hammer en dan rechtermuis op en dan foundation. Oh ja, dankjewel. Maar dan wil ik ze wel die speciale hebben, zeg maar, die wat beter is of zo. Waarom? Wel sterker, toch? Je wil die of sterkere niet? Meuk hebben. Ja, ja dan heb je metal ingot en nails nodig. Ja, kunnen we bij een paar wel doen. Deze hebben plastic en hout. Wat ik dan alleen meer hout, zeg maar. Oh, ja, maar die zijn niet per se sterker, hè? Oh, ik dacht dat het beter was. Oké, sorry. Oh, jouw haak ligt hier nog, man. Even recht. Nee, ik heb hem in mijn handen. Oh, echt? Oh ja, nu zie ik het. Lol, what the fuck. Buk. Dikke buk. Prima, joh. Wow, jezus. We zijn niet op het letten. Ah, ik val er door. Oké, 3-1. Ja! 3-1. Nice. De zeil, nice man, ja. Sorry. Het zeil, sorry hoor. Terminatie. Nee, dat zegt iemand in de chat, dat weet ik niet eens. Nou ja, je staat bekend dat je het bent, dus... Bij mij dan tenminste. True. Dat water, hè, ding hier, dat kan ook weg nu, hè? Ja, oké. Okay. Dan is nou die weg. Ja, want die heb ik nodig voordat... Planten, ja. Oh, 3-2. Ik viel erin. Hé, hey, maar gaan we onszelf weer naar de klote laten helpen door de vogel of gaan we hem voorbij? We hebben sowieso planken nodig. We moeten gewoon, als jij als een gek alles dropt en gewoon met een bel het strand op gaat, alleen maar hakt.
Verder niet. Gewoon alleen maar hakken. Mm-hmm. Als een dus echte gabber. Paddle weg, speer niet. Haak ook maar even weg dan. Ja, weet ik niet. Haak heb je verder niet nodig volgens mij daar. Nee. Toch? Nee. Ja. Ik doe wel even dan snel eten. Doe ik even watermeloen, dan heb ik eten en drinken. Ik ga wel hier het anker doen hoor. Want die vogel, ja, als hij met wat steen hier opgaat, dan... Ja, dan moet je dat nu doen. Want... Ja, doe ik. Heb ik niet. Oh ja, maar gedaan. Oké. Okay. Snel de haai ontwijken. Bla bla bla, jij kan smaken dip. Wat's op, Mary Colorado? Dankjewel voor de 100 bits. Bouw een muurtje en hang daar de kisten aan vast. Er kunnen 4 bruine kisten aan elke kant hangen. Dan heb je wat weeg. Heb je weer wat ruimte. Oh, kijk eens aan. Oh shit. Ga dat doen. Sorry. Jullie zien niet wat er gebeurt. Maar er stond dus de vogel voor mijn neus. Dus dat is niet zo handig. Building hammer. Muur. Auw. Hmm. Ik werd bekogeld. Oké. Okay. 4 planken heb je dan nodig. Is joh, gekkie. Dat heb ik niet. Planken niet? Nee. Die heb ik net weggelegd. Oh, dan zal ik die nog even eruit pakken. Even random in een kist. Ik heb alles random in een kist gedaan. Gotcha. Dus dan moet je even zoeken. Ja. Excuus. Nee, no worries. Ik zal even kijken. Want ik, zoals je zei, ik ben als een gek alle spullen weggelegd en als een gek aan het lopen nu. Daar heb ik niet veel voor nodig, dan ben ik altijd gek, dus dat maakt niet uit. Even kijken, die moet ik er omheen bouwen eigenlijk. Maar ik wil eerst even die muur. Waar zit die plank in? Hier zit de plank. Nice. Oké. Okay. Dan heb ik hier een muur. Vind je het erger als ik de... Zo, anders kom ik niet uit mijn woorden. De meloenen even niet meeneem, die lijkt gewoon even leren doen. Dat is cool, ja. Nou, wij hebben op zich... Alles echt heel veel. Ook ruimte. Van alles echt heel veel. Meloenen zijn op zich best handig, want het vult eten en drinken tegelijk. Ik gooi even snel alles ergens in, want ik moet even een kist hebben, maar ik zie geen lege kist. Oh ja. Oh kut, ik had die zaden daarin moeten doen. Waar liggen de zaden nou weer? Oh hier, ik heb hem. Kan. Dat de zaden daarnaast, dan is die plot neergelegd. Waar zit daar? Hier, 7 glas. Oh, je hebt ook nog die metal ink. Oh, die heb ik er zelf erin gedaan. Zo. Oké, dit is cool. Dat boeit me niet totaal. Nee, inderdaad. Lol. Boeien, gast. Even niet doen, meneer Heijn. Dankjewel. Bro, hey, als je net inschakelt en je kent me nog niet zo goed met streamen. Bro, ik doe dit omdat ik het leuk vind, man. Echt waar, als ik echt rijk wil worden, dan doe ik dagelijks video's op YouTube en shit. En ga ik hele andere dingen doen, man. Dan zie je mij hier echt niet op Twitch. Maar ik vind het fucking leuk, man, het streamen. En daarom bedenk ik ook allemaal dingetjes voor streamen. Oh ja, dat is volgende week trouwens, de Milan Knol Show. Dat is best wel epic. Moet ik eigenlijk had ik dat iets meer moeten hypen nog, maar... Wat een tijd geleden hebben besproken. Ja, dat is super leuk, man. Dat moet je echt doen. Week. Even niet om... Ja, natuurlijk te promoten eigenlijk. Maar chat, dat is echt oprecht leuk om te kijken. Dat is echt een leuke show. Ik hoop het dat het wat wordt, man.
Nou, tot nu toe hebben we een aantal subs hebben een klein deel van het concept gezien. En dan zijn we allemaal waren ze positief, dus. Ja, dat is waar. Dus. Dat is waar. Kan je wel heel onzeker zeggen dat je niet weet of het leuk is, maar ik denk dat het wel oprecht leuk geworden. Als de zee rustig is, is het FPS ook veel fijner. Nou ja. Ja, logisch eigenlijk. Plastic hebben we, plastic. Kan ik niet gewoon even een kist maken? Ik wil niet alles naar neergooien op de grond. Ja, maar dan kan het de kans dat het dan in het water valt, omdat je vlot heen en weer gaat, is dan ook wat groter. Nee, ik bedoel echt, ik maak gewoon een nieuwe, bedoel ik. Oh ja, ja dat kan je doen. Ik zit eigenlijk stiekem, wil ik nog weten waar die kevier is. Maak gewoon een nieuwe. Kijk, oh, dit is top inderdaad, ja. Wajo. Oh, ik wist wel niet dat dat kon. Wat goed. Oh, wat dat goed. Is super nice. Dat is super nice. Dat is heel chill inderdaad, ja. Wat goed. Wat goed. zo, eten. Die zaden kunnen daarin. Die ga ik ook even daarin meteen. Ik sorteer wel hoor, bro. Ja? I promise. Oké. Okay. Ja, als het wat als we straks gewoon wat meer kisten hebben, dan kan ik het beter sorteren. En dan heb ik wat meer tijd voor en zo. En meer plek. Zo. Ik zit te zoeken naar die cave. Dan kan ik misschien gelijk wat dirt meenemen. Oh, kut. Is dat een slim idee? Ja, graag. Ja, tuurlijk. Ik hoor de hele tijd hoor ik. Rauw, kdoenk. Oh, is die vogel zo boos op jou de hele tijd? Ja, dat hij zeg maar elke keer stenen gooit. En mijn korp. Gelukkig ren ik te snel genoeg verder, dus dat hij het niet kan pakken. Of niet kan doen, zeg maar. Ja, ik voel me wel thuis hier. Ja? Ja, deze raft. Wat een gitaar hier. Is in het echt. Laat je het barbecue aan iemand anders over. En daar doe je het wel, zeg maar. Ja, in het echt vind ik barbecue niet zo heel erg boeiend. Nee, dat klopt. Dat klopt, ja. Duidelijk. Vind ik niet zo heel erg interessant. Stenen hebben we genoeg, hè? Dat hoef ik echt niet mee te nemen, toch? Nee, stenen hebben we meer dan genoeg, ja, klopt. Nou, top. Ja, ik heb geen plek meer nu in mijn inventory, dus ik moet nu gaan keuze maken. Dus ik wat zaad weggegooid, yellow flower en dan die stenen, die hebben we genoeg. Dus niet nodig om mee te nemen dan. Klopt, correct. Ja, het werkt beter als ik wat meer communiceer, inderdaad. Toch wel? Ja, toch wel, hè? Nice. Ja. Ja, sorry. Een beetje zelfspot houden, kom op. Weet ik. Dat is belangrijk. Oké, ik heb hier nog die storage. Dus de storage ga ik even volgooien. Met spul. Nou, wat dacht je dat ik... Hi. Oh, daar heb ik niet door. Ja, hij komt ook net, hoor. En ik kom ook net toevallig op het schip, dus... Nou, hij heeft het helaas gesloopt. Kijk eens even. Lekker recht ook. Dit vind jij niet leuk, dit. Kijk eens hier. Oh, cringe ik van inderdaad. Oh, kijk, ik wil meel. Oh, de meel heeft de zaad opgegeten. Oh, jezus. Oké, daar ga ik even wat aan doen. Dat is niet zo leuk. Ja, je kan er dus iets boven bouwen. Dan komen ze niet meer. Maar ik wil het eigenlijk op de leuke, officiële manier doen. En dat is volgens mij... Door een. Hoe heet zo'n ding? Zo'n stroopwafelpop, koplop. Hoe heet zo'n ding? Scarecrow. Ja, Scarecrow, ja. Even kijken, 5 planken. Oh,
Ja, ik heb even, omdat ik hem recht. Nee, ik pak het gewoon. Ik noem het even voor mezelf op. 5 planken. Palmleaf. Neil. Hoe kom ik weer aan Neil? Heb je Neil nodig? Wacht, dan gaat er eens uit en dan gooi ik hem erin. Hier heb je dit en dit. Ik heb 60 hout. Wayo. Neil, ik heb 1 Neil. Ja, maar 60 hout. Dat is toch goed? Ja, zeker. We hebben hier ook nog 91. Dus hoe maken we nil? Hoe maak ik weer een nil? Dat maak je van scrap. Oh ja, scrap. Hebben we nog scrap? Ja, dat hebben we toch wel? Ja, kijk. Ja, joh. Zo komt het wel goed. Oh shit, treten. En dan moeten we een... Want die bovenste hangt echt prima aan de rechterkant. Voor jou links. Firewood rack, dat is ook wel handig, denk ik. Dan stop je heet het, nou ja, dat doen we straks wel. Wat zei ik nou dat ik moest maken? Ik ben alweer kwijt. Kisten toch? Of met nil? Maar je had nils nodig, dus doe je zo'n plank wil maken of zo? Oh, scarecrow, dat was het. Oh ja, maken. Scarecrow. 3 plastic heb ik nodig, alleen nog. Dat hebben we denk ik. Ik heb niet. 2. Op red heb ik er maar 2. Maar wacht maar. Moeten we niet varen inmiddels? Nee, maar laten we eerst even die kisten fixen snel. En dan, kan dat niet tijdens het varen? Ah, dat kan. Ja, ja oké. Okay. Ja toch? Want daar zouden we niet ik gaan. Word waarschijnlijk aangevallen. Ik word aangevallen. Ik word aangevallen. We gaan de spul. Waarom zouden we niet gewoon gaan? Ja, is goed. Kijk, ja, ik was deze al aan het sorteren namelijk. Dus... Ja, dan pak ik het anker omhoog en het cel. Stomme mail aanwezig. Dan ben ik nu de kapitein, ineens. Sick. Ja. Leuk. Vind ik niet erg, sorry. Oh. Yeah. Koken. Pineapple koken? Nee. Je bent dus gewoon kapitein, huisvrouw en matroos. Nou, ja. Dat doe je goed. Ja. Ik gooi ook zaad weg. Oh, goed. Goed bezig, Matton. Goed bezig. Firewood rack is meer voor decoratie, Milan. Nee, maar hoezo? Kan je dat niet gebruiken voor echt je firewood? Is dat raar? Als je dat doet? Hoe kan je deze nou weghalen dan? Spijtig dat dat niet echt gebruikt kan worden. Hé, maar die kist kan je dus ophangen, zeg je. Maar hoe moet ik dan iets specifieks voor maken? Nee, dan moet je gewoon een kist hebben en dan kijk je er tegenaan. En dan als je er tegenaan hebt gekeken, dan is het klaar. Dan hangt die automatisch op. Ja. Oké. Okay. Bitch ass, motherfucking meeuw. Weer dood. Klootzak. En dus we kunnen 3 kisten boven elkaar doen, blijkbaar. Ja, ik denk dat je dat redt, ja. Ja. Ja, dat red je wel, ja. Ik dacht dat jij net zei 4, dus vandaar dat ik het vraag. Ah, ja. Ja, dat zei iemand in de chat. En toen dacht ik zelf ook van, volgens mij kan je er wel nog eentje onder zetten. Maar hoe handig of hoe overzichtelijk wordt het dan nog? Maar we hebben geen scrap meer? Jawel, ik heb 18 scrap in mijn hand. Oké. Okay. Heb je nog plastic? Ja, heel weinig. Wacht, misschien heb ik nu plastic. Ah, even wachten hoor. Ik zie het. Ja, ik heb nu plastic. En heb je nog 1? 1 plastic. Hier, ik heb Ik zie hem. Oh, ik zie hem ook. Laat mij. Dan hoef ik namelijk niet weer van jou over te nemen. Kut high. Zo. En dan kan ik deze maken en dan ben ik klaar en dan kan ik alles naar jou droppen. Kijk eens even wat ik ga doen. Een echte... Echte scarecrow. 1, 2. Hoppakee. Lekker bezig. Geniaal. Handig. Gaan ze erop zitten, weet je wel. Ja. Zul je net zien. Dit is ook kut. Dit is... Maar ja, dan moet ik ook weer plastic hebben eigenlijk.
Dit stukje is heel kut. Ja, maar dat fixen we zo, toch? Oké, want hier hebben we heel veel ruimte. Wat moet je hebben, precies? Nou, ik wil drie kisten onder elkaar maken en deze kist ook netjes zetten, als dat kan. Als mag, als kan, als lukt. Ik weet niet of dat kan, ik kan hem alleen maar openmaken, maar... Dat is je scrap, alsjeblieft. Dankjewel. Ja, is nog één plastic. Oh, een hinge heb ik niet, kut. Oh. Ja, hier. Die zit al, ik wou net zeggen, die zit er wel ergens in. Dat weet ik zeker. Die zit wel ergens in. Deze moet ik ook op het vuur gooien. Hé, hey, een ton. Maar hoe kan ik een kist nou ook weghalen? Ja, X, remove. Maar hij laat geen X. Oh, jezus. Misschien ben ik blind of zo. Misschien moet ik een nieuwe bril kopen. Ah, ouderdom. Er komen 3 ton aan. Nou, wat leg je? Ik hoor alsnog een mail, what the fuck? Ja, hij zit op die scarecrow. Hij zit die scarecrow aan te vallen. Jongen, 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 dat heeft ook dus helemaal geen nut ook. Ja, tuurlijk wel, want daar valt hij niet de zaad aan. Oh, dat is wel waar, ja, je hebt gelijk. Hi. Van de man. Die was bijna aan het dak. Tikt hem voor zijn bek. Even kijken. Ting, 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 kink. Ja? Er wordt geklopt op mijn deur. Hallo? Ja? Oh ja, lekker. Ja, ik denk helemaal niet aan drinken, omdat ik zo in de game zit. Ik vind het zo leuk. Dank je. Ik ga even drinken pakken. We zijn terug op Facebook. Ja, goeie. Mag ik een kop koffie, liefschat? Koffie? Dat zeg je helemaal nooit. Wil je een kop koffie? Mag ik een kop koffie? Ja, dat zeg ik nooit. Nou. Een café au lait? Ja, lekker. Nee, ik hoef niks te eten, maar je weet wel wat ik wil eten vanavond, je weet toch? Oh nee, dat is een beetje raar. Nee, ik hoef niks te eten, lief schat, dank je. Ja, ik weet het, sorry man. Ze zeggen wel een gozer, ik weet het ook niet. I don't know. Ik ben in zo'n bui of zo. I don't know. Er gaat een ton hier vlakbij heen. Hoppakee. Heel chill. Ah, een kist. En nog een ton. Moet ik helpen? Nee, het gaat me lukken. Hoppakee. Ik heb hem. Decoratie, wat is dit? Een rug. Die hadden we al. Oeh. We gaan op een eiland af, man. Dat is mooi. Ik zet even koers op dat eiland. Iets meer naar links nog. Ja. Zo. Zal ik eentje bijmaken? Nee, of niet? Hier komt bijna nooit wat in. Zit hij weer, hoor, die meeuw. Oh, ik heb hem gewoon gekild. Lol. Lekker bezig. Geniaal, ongeluk, soort van. Oh, zit hij weer? Fuck, hij heeft een stuk eraf. Ik ben soort van bijna klaar, dus dan kom ik je weer helpen, ja. No worries. We zijn er, dus ik ga het anker eruit leggen. En het zeil omhoog. Kun jij zo heen zwemmen als je wil? If you want. Mm-hmm. Ja, doen we. Doen we. Oké, okay. Oh, jij doet het is nog niet. Het is uiteraard nog niet helemaal gesorteerd. Maar dan weet je dat ik er mee bezig ben. Super nice. Yo, wij gaan echt nooit meer honger hebben, man. Nee, maar kijk, die is niet helemaal netjes geplaatst, maar prima.
Ja, we gaan echt nooit meer honger hebben. Hoe goed dit eruit ziet nu ook. Oeh. Ja, dan nu helemaal netjes maken en zo. Straks gaan we echt een huisje erop bouwen en zo. En, Ja joh, dat wordt vet. We hebben wel aardig wat uurtjes erin zitten, maar... Ja, zeker. Maar kijk naar kisten. Wel chill zo. Moet alleen nog even goed sorteren. Moeten er nog 2 kisten bij. Ik heb geen idee. En dan hebben we 8 kisten. Mail. Dip. Ik heb een idee. Weet je wat we gaan doen? Wat gaan we doen? Nou, dat kunnen we beter niet doen. Ja? Nevermind. Dank u wel, mevrouw. Dank u wel. Fuck. Groetjes. Wat ben je aan het doen? Helemaal niks. Oké. Wat een rare vinden. We hebben zeker geen bolt liggen of zo ergens. Niet dat ik weet. Die vind je toch op een eiland? Ja, omdat ik nu mijn pickaxe of mijn axe is bijna kapot. Dus dan, als ik dan aan het hakken ben, ja, boom. Bolt. Hoe ga je zo'n ding maken dan? Niet toch? Hoe bedoel je? Een pickaxe ding? Ja, dat is een stone axe. Sorry. Of een axe. Maar ik maak wel even stonen. Met hout, steen en rope. Dat is ook goed. Je kan nu dat eiland op, toch? Ik heb een nail. Roop, hout en wat zei ik nou nog meer? Steen. Ik maak gewoon even zo'n goedkopere. Wat is het? Nee, iemand praat over Amorant in de chat. Met hele grote borsten. Ja, man. Heel leuk. Niks aan. Dat is toch niet van jou. Nou ja, ze hoeven niet van je te zijn, maar je kan ze wel gebruik maken. Nou ja, als ze... Ja. Nee. Hey, iedereen heeft zijn keuze daarvoor, toch? Ben je dat eiland op nu? Ja. Oh, nice. Ik wil nog een large plot maken zo meteen. Maar daar hebben we bolts voor nodig. Dat is de kapitein, toch? Oh, ja, je vindt ze natuurlijk wel op een eiland, maar op een grote eiland vind je ze iets sneller. Want ik moet zeggen, hier niet zo heel veel licht. Als we nou een receiver maken... Pakken we dan ook die radio signals op van dichtbij? Of moeten we dan ook daar... Daar hebben we wel een batterij nog voor nodig, volgens mij. Ja. Maar kan je dan niet andere mensen vinden of zo? Dan is dat een soort van half... Een soort van het einde of zo van het spel? Of? Ik weet niet. Ik weet niet wat de endgame precies is. Maar dat wil ik ook niet... Ik wil niet alles weten meteen. Ja, ik ook niet. Waarom ga je niet op een groot eiland alles zoeken? Ja, dat proberen we al. Alleen elke keer die tyfusvogel. Dus dan moeten we... Eigenlijk zo'n wapen, een bow and arrow maken. Maar we hebben geen bolt nog. Dan maken we ook weer een bolt. Dat maken we door middel van metal ingot. En we hebben geen... Dus we moeten even langs die stenen zoeken naar metal ore. Ja. Dat is eigenlijk... Ja. Dat is net hoor. Dat is net. Ja, klopt. Ik repareer het wel meteen even. Ja, ik zie daar een vlot. Dus als we nu sharkbait maken, dan zou ik er even heel snel heen kunnen zwemmen. Ja, dan moet ik even vissen. Wacht, ik ga even vissen. En dan kunnen we hier ook gelijk, kan jij in de tussentijd om het eiland heen zwemmen voor die metal ignite ding is, voor die metal en zo. Ja. Ik hoor ook een meeuw ineens achter me. Mhm. Dat is de scarecrow aan het kloot aan het maken. Oh, je kan eilanden vinden met die radar. Ja, dat gaan we proberen. Mm.
Ja, ik moet zeggen dat als we dus zo'n eiland vinden, of meer kunnen vinden, en we hebben die armor ook en we kunnen die vogel aan. Dat rondje van net had iets van 60 hout. Ja, dan gaat het wel lekker. Ja, dan gaat het hard, ja. Plus al de boot. En dan kunnen we de boot gewoon, en als we dan het metal hebben, kunnen we de boot sterker maken. En dan kunnen we gewoon lekker aan de slag. Ja, er zit wel een hele leuke upgrade steltje in, zeg maar. Als in, het is het waard om het elke keer te upgraden. Ja. Dat maakt de game wel leuk. Ik kwam naar mijn slok van drinken toen ik wilde antwoorden, sorry. Yo, Flying Angel, what's up, man? Er zit een dikke reward op die eiland. Oh, nice. Even een oprechte vraag, hè. Ja. Want ik zit dan wel eens natuurlijk uit te kijken, andere streams en jouw stream ook wel eens, maar dan... Wat ik dan moeilijk vind van als je streamer bent, hoe kan je die chat elke keer in de gaten houden, man? En ook nog gamen tegelijk. Ik bedoel, je merkt mij, dat zie je in Deep Rock, hè? Dan hoor je Milan op een gegeven moment zo'n, lees die chat nou eens een keer! Ja, dat zie ik niet, man. En er staat echt letterlijk een derde in mijn beeld, staat dat die chat staat daar gewoon. En nog zie ik die chat niet, want ik ben zo gefocust bezig, zeg maar. Ja, ja, nee, ik weet niet. Dat is gewoon iets wat ik van jongs af aan heb aangeleerd aan mezelf. Ja. Om gewoon... tijdens het gamen. Want je bent eigenlijk met drie dingen tegelijk bezig. En dat is met streamen is het... Opnemen voor YouTube is net iets makkelijker qua multitasken dan streamen. Streamen is er echt nog wel een stapje erbovenop. Streamen, het ligt gewoon wat voor stream je doet. Als je een stream met volle energie doet, dan... dan ben je gewoon nog meer aan het multitasken. Maar ja. De manier hoe ik vanavond stream, dit is echt de meest relaxte chill stream die er is. Het is gewoon, ja, gewoon chilling. Ja, maar ik merk dus waarom, jij zegt van nou, het is chilling, maar ik merk dat gewoon puur omdat ik gewoon eigenlijk de hele avond eigenlijk gewoon 90% van de chat gewoon niet gezien heb, omdat ik dat gewoon niet eens oplet eigenlijk. Ja, maar ik heb wel ik gebruik Chatterino en daarmee kun je best wel overzichtelijk, kan je alles zien. Dus ik zie niet alle... ik zie het allemaal best wel goed gesorteerd allemaal. Oh ja. Dus ik weet niet. En ik vind het niet zo heel moeilijk om op die manier te multitasken. Dat is... met opnemen is het gewoon... Je bent met iemand anders in gesprek. Je bent aan het proberen content zoeken. Dus je doet wat leuks. Dus je zoekt in de game dingen. En je bent aan het gamen. Of je bent goed aan het gamen. Of whatever je ook aan het doen bent. Dus er zijn eigenlijk twee dingen aan het doen. En met streamen ben je drie dingen aan het doen. Want je bent ik ben met jou aan het communiceren. Mm-hmm. Terwijl ik met jou aan het communiceren ben ik ook nog in de game iets aan het doen. En ik moet ook nog iets nuttigs doen in de game. Want als ik gewoon alleen maar rondjes loop in de game en ik ga zo heen en weer. Wat ik heel veel streamers trouwens zie doen. Die lopen gewoon zo rond terwijl ze praten met de chat. Omdat ze niet twee dingen tegelijk kunnen. Ja. En nu bijvoorbeeld ben ik dit aan het doen. Maar ik ben ook met jou aan het praten. En ik heb net gelezen wat Cookie Monster zegt in de chat. En kijk of ik daarop reageer. En dat, ja, weet je, dat zit gewoon... Op een gegeven moment zit dat gewoon in je of zo. Niet iedereen lukt dat. Maar, last time I checked, zeiden mensen... Stream is makkelijk. Gewoon chill, thuis gamen. Oprecht. Ja, ik vind dat dan niet makkelijk, laat ik zo zeggen. Het verschilt per persoon. Rope. Can I have some rope? Fucking mail, man. Fucking mail. Onderste kist zit... Lekker, man. Ik heb hem. Lekker, man. Ja. En dat is dus... dat is dus rol. Ze sorteren alles uit het hoofd. Ja, dit is rol. Ja. Alles sorteren. Sorry. Top. Nee, niet sorry. Stop. Zeg top. Top. Top, dankjewel. Ja, ik ben ook nu even de andere dingen even wat makkelijker neer aan het zetten. Hoppakeetjes. Even denken hoor. Facebook hebben. Die staan zo. Ik wil die research table daar... Wat's op, Jens? Lang niet gezien, man. Stop hangen. Klopt toch wat ik zeg? Lang niet gezien.
Is hij vol? Maar is hij vol? Ja, is vol. Ik merk wel dat Roel vaak sorry zegt. Ja, klopt. Dat is een ding bij hem. Dat is een soort automatisme. En terwijl ik tegen anderen zeg, dat mag ik je niet doen. Ja, sommige mensen zeggen nooit sorry, maar Roel zegt altijd sorry. Dus ik kan beter altijd zeggen, vind ik persoonlijk, dan dat je het nooit zegt. Of dat je eromheen praat of zo. Dat vind ik helemaal, ik denk, joh. Maar joh, de 9 van de 10 keer hoef je Roel niet eens sorry te zeggen, maar dat zit gewoon in hem. Ik ken hem niet anders dan dat hij zegt, sorry. Ik weet dat een aantal kijkers nu, suppers, denken van, oh, die zegt tegen ons altijd dat we dat niet moeten doen. Ja? Ja. Oprecht. Lekker. Hey, is er een reden dat jij hebt gemaakt een simple purifier? Of die heb je bewaard, bedoel ik, sorry. Die hebben wij, daar zijn we mee begonnen. Ja, dat snap ik, maar waarom bewaar je die? Dat is de vraag die ik dan zou moeten stellen. Die bewaar ik omdat één herinneringen, hè? Als je oud bent, bewaar je dingen. Ja. En... en... purifier, de simple purifier, heb ik bewaard omdat wellicht komen wij met een verdieping of een bepaald iets op dit vlot. En is het handig om even snel water te pakken bijvoorbeeld, in plaats van, oh ja. Okay. I don't know. Dus you never know, ik gooi gewoon niet graag dingen weg. Je bent eigenlijk gewoon een hoarder, dat is het eigenlijk gewoon. Ja, en waarom zijn we eigenlijk nu niet aan het varen? Oh ja, omdat we nog dingen zochten. Oh ja, jij ging sharkbait maken. Heb ik? Ik naar dat vlot kon. Heb ik. Zwemmen. En jij ging om het eiland ging jij spullen zoals die ijzer en zo vinden en zoeken. Dingen. Ja. Dingen ze. Ik heb... Ik heb het. En blijkbaar heb ik eten nodig en drinken. Daar staat die. Oh, eten en drinken heb ik zat. Ik heb zo erg goed mijn taak volbracht als matroos. Voor het eten en drinken. Nou, het eten is echt chill gedaan. Daar ben ik echt oprecht super blij mee. Ah, fijn. Dank. Dat wordt gewaardeerd. Gewoon. Ja. Ja, pardon. Mijn oren. Jij zorgt voor het eten en ik bedoel eigenlijk gewoon alles opeten. Ja, dat is basically hoe ik en Elisabeth ook werken. Ja. Schat, je zorgt voor het eten en ik zorg dat ik alles opeet. Maar ze vinden het ook niet erg. Dat is het voordeel. Als ze het erg zou vinden, dan zou ik helpen. Ja, dat heb ik dus met Denise ook. Mijn vriendin die heel groot liefst koken. En ook voor het grote deel zullen ze dingen met de was en zo zelf doen. Top. Hoef ik dat niet te doen. Ja, nee, inderdaad. Oké, zal ik de sharkbait inmiddels er even in mieteren? Wat vind je van de nieuwe indeling? Klein beetje logischer, denk je, of niet? Ja, zeker. Dank. Dit neem ik wel even hier mee. Nou, onze grote vriend, daar. Kan ik wel op mijn hand, zo. De sharkbait heb ik nodig. Hou ik hier wel in. Dit komt nog niet nodig. Hij is wel erg beschadigd, de haai. Hier, kijk, hij is op de poot. Ja, shit. Oké. Okay. Ah, jammer. Moeten we het allemaal meteen even repareren? Ja. Dat heb ik nu gedaan. Wat heb je daarvoor nodig eigenlijk? Gewoon hout, alleen hout. En dan moet je gewoon alleen die rechte muisknop op de building hammer en dan helemaal naar beneden en dan repair. Oh, chill. That's it. Ik heb nog één kist over. Zal ik die gewoon voor het voedsel neerzetten? Dus ja, graag, ja, graag. Heel graag. Dat wou ik nog vragen. Ah oh ja, ik moet oppassen dat het niet te slis. Godzijdank. Maakt niet uit, joh. Kan gebeuren. Oké, ik ben ready om te gaan. Ja. Ik heb ook de sharkbait, dus zal ik hem in het water gooien? Ja, dan ga ik er snel van door. Oké. Als hij hem nou niet staat uit. Gaat hij. Poef.
Nice, dan ga ik nu... Is hij er? Ja, nice. Even kijken langs die stenen, want daar ligt een beetje koper en metal. Dat hebben we echt nodig, hoor. Ja. Ja, dat hebben we zeker nodig. En daarom, ik denk dat we dan inderdaad gewoon straks die armor kunnen maken en zo. Dan, Ik heb het. Ik heb koper. Nice. Ja, en hier ook. Oeh, dat vlot is verder dan ik dacht. Kut. Metal, ik heb metal. Nice. Oh, nice, 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 nice. Ik zie het. Oké, top. Nog meer, nog meer, nog meer. Dat kun je het meest vinden. Hey, tja, dat kun je het meest vinden toch langs de. Letterlijk langs de stenen bij het eiland. Niet random, of wel? Of ook random. Wat is mijn doel nu wat ik ga doen op het vlot? Eigenlijk het een beetje netjes maken, mooi maken en. Zodat we het langer kunnen overleven. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Kut, sorry. Deze kant is helemaal niks. Zal ik de shark doden? Nee, hoeft echt niet. Nee, want we hebben zo lang mogelijk de tijd nodig. Ja, maar dan hebben we, als hij zeg maar, nog aan het eten is en hij is bijna klaar, dan kan ik hem daarna doden. Oh ja, ja, 100. Ja, je kan proberen. Ja, goeie. Goeie. Ik heb alleen mijn speer al bijna naar de kloten, maar prima. Ik probeer het wel gewoon. Ik zie het wel. Mijn speer is ook bijna kapot. Want ik zie namelijk oprecht geen haai in het water liggen. Ik nu, zie hem wel ik nu. Niet echt in. Oké. Okay. Ik zie hem. Hij gaat denk ik naar jou toe, of niet? Nee, daar zwem ik niet. Ah. Ik zwem meer rechts volgens mij van jou. Maar... Het kan zijn dat hij nu naar me toe gaat, maar... Nee. Ja, hij gaat nu wel richting mij. Nee, ik ga gewoon, ik chill hem gewoon nog. Is het steen? Ja, dat is steen, dat heb ik niet nodig. Komt hij aan. Oké, ik ben niet bang, ik ben niet bang. Motherfucker, yeah, bitch. Voor mij is hem slaat, net als hij toehapt, dan doet het geen pijn. Yo, hier. Dat doet geen pijn dan. Nice, bro. Ah, hij valt jou aan. Ja, en ik ben sloom. Hoezo met sloom? Ja, omdat hij helpt hem met me. Hij gaat nu naar jou toe. Ja, hij heeft me al gehapt. Zullen we met z'n tweeën gewoon naar de beest zwemmen en dan klappen geven? Waar is hij? Hij is nu naar jou toe. Hij komt naar jou toe. Oh shit, hij was naar mij. Kom op, let's go bro, let's go. Mijn speer is aan de kloten, dus ik moet een nieuwe pakken. Maar inderdaad, als hij hapt, dan... Dan kan hij jou geen damage doen. Ja. Tjak. Ja, ik heb hem! Hij is dood. Nice. Oké, top. Dan kunnen we dus nu langer zwemmen. Heel chill dit. Ja. En ik had ook nog wat... Ik had metal ore nog gevonden. Hier leg ik heel veel loot, dus hier blijf ik even hangen. Ja, maar stenen zal ik maar niet pakken? Nee, we hebben veel te veel, joh. Het is echt... Gewoon hier aan die zijkanten, aan de zijkanten van de stenen, daar moet je zijn. Oh ja. Scrap is ook heel handig. Maar clay ook, denk ik. Ja, clay ook, ja. En die andere, hoe heet dat? Sand. Ja, en scrap. Ja, oh ja, sand. Maar ook die metal dingen die je allemaal ziet. Oh, misschien moet ik naar boven gaan. Ja, scrap. Ja, scrap. Oh shit. Dat is helft van mijn leven weg. Ja, scrap missen we inderdaad. Dat hadden we bijna niet meer volgens mij. Klopt, maar dit is al chill. Nu kunnen we een beetje farmen. En seaweed uiteraard. Oh ja. Ja, we moeten dan, en misschien als we nu ook de volgende keer als we daar beneden gaan, dat we die oxygen tank kunnen maken. Dat we wat langer onder water kunnen blijven. Ja, ja, als we nu even heel erg veel farmen, dan kan ik de volgende keer easy een flipper of een oxygen ding maken. Want ik had nu gewoon te weinig spul om dat te kunnen doen. Maar ik ben wel doorwezen maken met die iron ingots of metal ingots en zo. En die meuk heb ik allemaal wel.
Ja. En bricks. Oh, kut, mijn haakjes zijn kapot. Maak ze kapot. Nee, kut. Oh. Kan ik nog een nieuwe maken? Ik heb heel weinig zien nou trouwens, want zo doen we eens. Oprecht wel zo kut. Ja, ik kan een kleintje maken, ik maak van plastic. Boeien. Oh. Duurt het maar wat langer. Je wilde zeewier ook hebben, toch? Zei je? Ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Oké, top. Ja, dan kun je weer van het goo maken en die kunnen we, daar kunnen we circuit, circuit board van maken. Ja. Oh ja. That's nice. Ja, what's up Kelly? Goedenavond. Hoor ik muziek? Het spel speelt er ook muziek af. Of oh, toe. Dus het spel met de muziek. Het is voor de eerste dat ik muziek hoor. Wat de hel? Voor de eerste dat ik muziek hoor in dat spel. Er was ook een keer op stream dat ik echt zo'n hele relaxe soort van survival game speelde. Ja. En die speelde ik alleen. Vond ik heel, heel relaxed. Ik weet alleen niet hoe die heette. Die was toen ook nog in Early Access. Was er niet Conan misschien? Nee, Conan niet. Die vond ik niet zo leuk. Nou, dat vond ik wel leuk spel op zich. Oh, nice. Wat is dit? Metal, yes. Oh shit, ik ben echt fucking ver van het vlot. Ja, ik ben ook volgens mij aan het afdwalen, maar ja, boeien. Ja, maar ik ben bang dat die kraai terug is. Oh ja, je hebt geen speer meer natuurlijk. Nee. Ja, oeps. Oh ja, ik ben bij jou. Oh, we zijn met z'n tweeën. Oh, nice. Omhoog, want ik moet ademhalen. Ja, ik zat daar te zoeken naar spullen op wat ik zag, en ik zag niks liggen. Wat zit ik weer? Steen, nou, dat moet ik niet hebben. We hebben het bijna. Oh, kijk eens. Iedereen een beetje kunnen genieten van het mooie weer? Jawel. Nou, nee. Beetje. Ik heb gewerkt, dus heel veel binnen geweest helaas. Ik was dus naar wat kringloopwinkels met Elisabeth vanmiddag. Nou, dat is op terug wel leuk. Ja, dat was wel leuk. Altijd wel leuk. Dat vinden jullie samen heel leuk volgens mij toen, hè? Ja, klopt. Ja, we waren toen op vakantie. In Frankrijk dus tweeën. En toen gingen we gewoon 3 dagen lang gingen we naar kringloopwinkels. Ja, maar als je zoiets samen gewonnen, moet je dat op gewoon vakantie. Doen, toch? Normale mensen liggen aan het strand. Nee, ja, man, iedereen is anders. Ja, heerlijk. Oké, man, kom jij op de boot? Want I'm on the boat, I'm ready. En ready to mingle, hè, wat? Hallo, ready to mingle. Yes, met de oren. Even kijken. Hoppakee, dit is top, man. Hey, ik ga 7, bro. Ik vind het goed. Jij? Ja, ik vind het prima. Among Trees. Volgens mij was dat hem wel, Lisa, inderdaad. Ja, was het Among Trees? Trees. Het zou goed kunnen dat het was. Ja, dat zou goed kunnen. Oké, wacht. Save world. Ja, ik ga nu saven. Yo. Exit. Bam.